Een hele goede middag allemaal. Ik wil jullie van harte welkom heten bij de kick-off van de serie webinars over diversiteit en inclusie bij gemeenten. Mijn naam is Michelle Maduro en ik vind dit een ontzettend belangrijk thema. Want je zou zeggen dat het vanzelfsprekend is dat iedereen ertoe doet. Maar helaas is dat in de praktijk niet het geval. We weten dat dit thema geen quick fix is. Het gaat erom hoe kunnen we een duurzame verandering met elkaar maken als gemeente. En gemeenten die hebben hier echt een sleutelrol in. Dit wordt georganiseerd door de VNG. Het is een co-creatie samen met ANO Fonds Gemeente. En weten jullie wat zo bijzonder is? We hebben verschillende sprekers die allemaal hun expertise op hun manier met jullie gaan delen. En we hebben ook een sneltekenaar bij in ons midden. Want we willen natuurlijk dat wat jullie zeggen, willen we op een creatieve manier ook weergeven. Zal ik haar even aan jullie voorstellen? Yara Rietdijk. Yara, zou jij even je scherm aan willen doen? Dan kunnen we je zien. Yara, onze sneltekenaar. Yara, ben je daar? Yes, daar ben je. Welkom, Yara. Kan je ons kort vertellen, wat ga jij vastleggen via een tekening? Oh, je mag nog even je geluid aanzetten. Ja, zo, kunnen jullie me horen? Ja, nu kunnen we je luid en duidelijk verstaan. Ik ga vandaag meetekenen, dus ik ga vooral meeluisteren naar, naar wat er besproken wordt. En dan live dat voor jullie meetekenen en in kaart brengen. En aan het einde zal ik dat nog een keer delen. Ja. Voor nu nog een mooi wit vel. En hopelijk aan het einde is hij helemaal volgetekend met wat er vandaag besproken wordt. Wat mooi. Want wat heb jij met dit thema, diversiteit en inclusie, Yara? Wat betekent dat voor jou? Toevallig bij ons, bij het bedrijf, zijn we er ook heel erg mee bezig. Ook vanuit tekenen. Dus best wel als tekenaar heb je best wel een rol helemaal in bijvoorbeeld stereotypes tekenen. Dat doe je soms best wel onbewust. En dat werkt ook heel erg. Op het gebied van visueel denken is het feit juist de herkenbare plaatjes die mensen goed herkennen. Ja. En daar zijn wij heel erg bewust mee bezig. Hoe kunnen we nou echt ook goed onze kracht inzetten in tekenen om ook echt recht te doen aan diversiteit en inclusie. En hoe ziet dat er dan uit? Dus daar doen we veel, vooral in alle projecten die we doen, veel onderzoek naar, zeg maar, van hey, hoe werkt dat en hoe kunnen we dat beter doen? Wat mooi en fijn ook om te horen dat je zo betrokken bent bij het thema. Ik wil je ontzettend veel succes wensen en wij zien je aan het einde weer terug. Ja, en uiteraard is jullie deelname ook van belang. Want we hebben een chatfunctie en dan is het de bedoeling dat je daar vragen in stelt of opmerkingen maakt. En dan zorg ik ervoor dat die weer bij de sprekers terechtkomen. Want als ik jullie nu zou vragen, hoe was je dag? Dat hoef je niet in de chat te schrijven hoor. Maar sommige mensen zijn bijvoorbeeld net uit de vergadering gekomen, hebben een hele hectische maandag gehad. Dus even tot rust komen, want dan ga ik de volgende spreker aankondigen. En deze spreker zet zich inclusie. Een warm hart draagt ze mensen toe die vaak buitengesloten worden. Zij zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort, vooral in de gemeente Utrecht. Ze is daar wethouder en ze is ook lid van het college van arbeidszaken van de VNG. Mag ik een virtueel applaus voor Linda Voortman? Linda, welkom. Ja, dankjewel. Wat een warme aankondiging. Eervol hoor. Ja, ik ben veel dingen over je over u op gaan zoeken. En ik werd er gewoon heel blij van. Ik dacht, wauw, wat te gek dat er mensen zijn die het begrijpen. En die ook echt... Want diversiteit en inclusie is een onderwerp die vaak besproken wordt. Maar het gaat ook om daden, toch? Ja, dat ben ik met je eens. Ik ben wethouder personeel en organisatie en wethouder diversiteit en ook werk en inkomen bij de gemeente. En ik probeer ook echt in al mijn portefeuilles daar dat inderdaad aan de orde te laten komen. Want ja, ik denk niet dat het alleen van mijn portefeuille diversiteit moet komen, maar dat het juist iets is wat in
alle onderwerpen verweven moet zijn. Er moet eigenlijk een rode draad zijn. Ja. En ja, ik vind het ook heel erg belangrijk dat we ook als gemeente goede afspiegelingen zijn. Dat mensen zich in ons herkennen. Ja, wat mooi. En nou, dat ga je ook verder met ons delen, hè? Dus dan wil ik jou nu het woord, of u nu het woord daarin geven. Ja, zeg dank je wel in ieder geval. Nou, eigenlijk heb jij mij al voor een deel voorgesteld. Ik ben inderdaad lid van het College van Arbeidszaken van de VNG. Dat is de commissie die gaat over personeel en organisatie. En wethouder op de onderwerpen die ik net noemde. En wij werken ook nauw samen met het ANO-fonds gemeente om onderwerpen nog krachtiger neer te kunnen zetten. En het ANO-fonds, dat is het opleidingsfonds voor personeel van gemeenten. En ja, die inspireren en ondersteunen ook bij organisatieontwikkeling. En ook om medewerkers te professionaliseren, zodat ze ook optimaal kunnen aansluiten bij de veranderingen die je in de samenleving hebt. En dat doen we onder andere via deze webinars. En ja, vandaag, en dat vind ik heel erg mooi, is de kick-off van een reeks van 5 webinars. Ja, en ik hoef het misschien niet te vertellen, maar toch nog even, waarom is dit nou zo'n belangrijk thema? Nou, ten eerste, ik zei het net ook al, gemeenten moeten een afspiegeling zijn van hun omgeving en de maatschappij. En door te zorgen voor een divers samengesteld personeelsbestand, sluiten we ook onze dienstverlening ook beter aan op onze inwoners. Dat mensen zich herkennen in wie we zijn, maar ook in wat we doen. En gemeentes hebben natuurlijk ook een voorbeeldfunctie als het gaat om diversiteit. Ook richting andere werkgevers. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Utrecht, wij hebben 4000 medewerkers. En wij zijn daarmee dus ook een grote werkgever binnen de gemeente. En als ik wil dat andere werkgevers het goed doen, dan moet ik zelf natuurlijk ook mijn best doen. En ja, we zien trouwens ook allerlei voordelen. Dat diversiteit onder werknemers ook leidt tot versterking van productiviteit en innovatie. En ja, laten we wel wezen, we hebben ook gewoon te maken met vergrijzing en een verwacht tekort aan gemeentelijke medewerkers. Dus het is ook voor gemeentelijke organisaties steeds essentiëler om als werkgever ook aantrekkelijk te zijn voor een diverse groep potentiële en ook huidige werknemers. We kunnen niet alleen in de vijver blijven vissen waar we al in visten. We moeten eigenlijk onze vijver vergroten. Dus het is ook echt in ons eigen belang. Ja, en dat is al met al wel echt genoeg reden om flink aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Maar niet iedereen weet hoe je hiermee aan de slag moet gaan of welke mogelijkheden er zijn. En de gemeentes verschillen natuurlijk ook van elkaar. Sommige gemeentes zijn hier al langer mee bezig, anderen minder lang. En er spelen natuurlijk ook verschillende zaken in gemeenten. Dus ik hoop ook dat deze webinarreeks ook echt gebruikt kan worden voor gemeentes om te kijken wat zit er nou voor ons in. En hoe gaan we dat nou doen? We hebben die webinars opgericht rond 5 thema's. En dat zijn afstand tot de arbeidsmarkt, culturele, etnische en religieuze achtergrond, LHBTI+, en gender en leeftijd. En op die manier kan dus elke gemeente voor zichzelf kiezen of die met alle dimensies aan de slag gaat of met enkele van de dimensies. Want ja, het kan natuurlijk ook variëren waar de focus zou moeten liggen in jouw gemeente. Voor de een is een algemeen beleid van belang. Dat ziet op instroom en doorstroom. Nou, dan kun je alle webinars meepakken. En een ander zegt misschien van, nou, op het gebied van beleid ten aanzien van afstand tot de arbeidsmarkt, daar heb ik al wel heel veel op. Maar als het gaat om bijvoorbeeld culturele achtergrond, daar heb ik minder op. Nou, dan kun je dus op die manier zelf kiezen wat je nodig hebt, waar je extra op bij wil leren. En dat is dus geheel afhankelijk van de wensen en de ervaringen binnen de verschillende gemeentes. En die 5 dimensies die sluiten ook goed aan op het charter diversiteit van diversiteit in het bedrijf. Het charter is een goede eerste stap en een intentieverklaring voor gemeentelijke organisaties om zich te verbinden aan diversiteit en inclusie binnen hun organisatie. En na het ondertekenen wordt ook de praktische vertaling binnen de organisatie door middel van een plan van aanpakken verder gedaan. Dus ja, en ja, ik kan misschien ook nog wel iets vertellen over de gemeente Utrecht. Hè. Voor ons is het een heel belangrijk speerpunt om inclusief en divers te zijn. Dat onze ambtenaren zichzelf kunnen zijn en ook verschillen worden gewaardeerd. Ja, en wij willen dus inderdaad ook echt die extra afspiegeling, die afspiegeling van de gemeente zijn, om beter aan te kunnen sluiten bij de uitdagingen waar we als stad voor staan. En we hebben in eerste instantie een brede insteek, waarbij we ons richten op die inclusieve organisatie. Maar we zien wel dat bepaalde groepen onderbelicht of ondervertegenwoordigd zijn. En daar zetten we dus ook specifieke acties op in.
En dan gaat het bijvoorbeeld over medewerkers met een arbeidsbeperking. Want wij zien dat we onze doelstelling ten aanzien van de banenafspraak weliswaar gehaald hebben. Maar dat mensen vooral bijvoorbeeld werken in de schoonmaak en dergelijke. Dat is heel belangrijk, daar ben ik ook heel blij mee. Maar we willen eigenlijk heel graag dat ze in de hele organisatie zichtbaar zijn. Dus daar hebben we eigenlijk een ambitie bovenop wat we wettelijk moeten gezet. Dus daar zijn we mee bezig. En we zien als het gaat om medewerkers met een migratieachtergrond, dat er ook afdelingen zijn waar dat nog minder is. En we zien dat in de hogere schalen, dat we daar verhoudingsgewijs minder mensen met een biculturele achtergrond hebben. En daar hebben we ook onlangs onderzoek naar gedaan. We hebben de CBS-barometer gedaan en daar bleek dat ook heel duidelijk uit. Dat op de uitvoering, bijvoorbeeld bij werk en inkomen, was volgens mij het percentage iets van 30%. En dat vooral de uitvoering, dat het daar echt goed zat, ben ik blij mee. Maar dat tegelijkertijd bovenin, dat we daar echt nog meer aan moeten doen. Dat we daar gewoon nog simpelweg te wit zijn. En dat is dus waar wij nu mee bezig zijn. En we doen het op allerlei manieren. De instroom, maar ook de doorstroom. Dat je mensen die je hebt, dat die ook verder komen in de organisatie. En die inclusieve cultuur, dat mensen zich ook prettig voelen en ook graag bij de gemeente willen blijven werken. Dus op die manier zijn wij ermee bezig. Leren wij zelf ook nog elke dag. En als ik iets kan doen om andere gemeentes te helpen, nou, dan doe ik dat heel graag. Dankjewel. Dankjewel, Linda. Ook wat je aanhaalt, dat het een ontwikkelingsproces is. Het is niet iets wat stopt. Je blijft je doorontwikkeling, je blijft leren. Want als ik je mag vragen, wat heb je de afgelopen tijd meegemaakt of een ervaring dat je zoiets hebt van, oh, dat was zo mooi, dan kwam het allemaal samen. Dat mag iets heel klein zijn. Oei, oei, oei. Dit is een hele goede vraag. Waarin mensen in contact met elkaar zijn gekomen misschien. Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld op het gebied van mensen met een arbeidsbeperking, dat was door corona extra moeilijk, want daar is ook ontmoeting echt heel erg belangrijk. Ja. Hè? Dus ontmoeting tussen mensen van de organisatieonderdelen, vanuit de gemeente, en mensen met een beperking, die niet alleen op basis van hun cv dan zich kunnen laten zien, maar ook zichzelf kunnen laten zien. En dat was in corona wel even moeilijk. Omdat digitaal dan soms juist extra moeilijk is. Ja. Maar daar zijn we na enige vertraging toch juist mee doorgegaan. En daar zijn ook wel koppelingen tot stand gekomen. En het is altijd, wat mooi. Het is misschien altijd weinig. Hè? En ik ben heel erg ongeduldig. Dat is misschien ook wel eens lastig. Maar ik zie daardoor wel lichtpuntjes. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook, dat was heel erg trots ook op de inzet van mijn medewerkers. Ja, ik kan me voorstellen, want daar begint het bij, hè? Bij die lichtpuntjes, om mogelijkheden te scheppen, zodat het verschil nog groter gemaakt kan worden. En het feit dat het digitaal toch die ontmoetingen plaatsvinden, was ook voor die mensen met die beperkingen van, hé, je wordt gezien en gehoord. En daar gaat het toch ook om, bij inclusie en diversiteit, dat je gezien en gehoord wordt. En niet alleen hoe de ander, maar dat je je ook gezien en gehoord voelt. Want soms denken wij van, we hebben dit toch bedacht of we hebben dat gedaan. En dan voelde anderen het toch anders. Dus heel mooi dat je dat met ons wilde delen. En ik wil je ook ontzettend veel succes wensen met het verschil blijven maken. En we hebben nog een paar webinars te gaan. Dus ik wens je ook veel kijkplezier vandaag en ook voor de volgende webinars. Dankjewel. Linda Voortman. En ze krijgt natuurlijk een virtueel applaus van ons. Want die energie die is in ieder geval voelbaar van jullie allemaal die meeluisteren. Dan is het nu tijd voor een spreker die al jaren het verschil maakt op gebied van diversiteit en inclusie. Ze is lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden. Ze heeft diverse leertrajecten ontwikkeld, ook leergangen voor burgemeesters, leiderschapsprogramma's. En ze geeft leiding aan verschillende onderzoeken wat betreft ook diversiteitsvraagstukken. En vandaag gaat ze met ons een paar ontwikkelingen delen van die onderzoeken en ook uitkomsten. En ze gaat u ook aan het denken zetten. Ik heb het over Saniye Selik en ik wil haar ook een warm welkom heten. Saniye, welkom. Fijn dat je bij ons bent. Dankjewel, wat een mooie introductie. Ja, want ik word ook heel blij van alles wat jij hebt gedaan en ik heb verschillende dingen van jou gezien. En dat heeft me gewoon heel enthousiast, nog enthousiaster gemaakt.
Want jij gaat een presentatie met ons delen, hè? Ja, ik ga jullie meenemen naar het vraagstuk diversiteit en inclusie. Het is een breed en complex vraagstuk. En ik ben heel blij met de introductie van Linda zojuist. Ze heeft een aantal sleutels gegeven voor ook zo dadelijk met elkaar te kijken. Maar hoe zit het dan voor onze eigen gemeente? Hoe zit het dan wat betreft inclusie in de context waarin ik werk? En wat is mijn rol als professional daarin? Dus ik ga jullie meenemen in het, zoals ik dat noem, het HRM-perspectief van diversiteit en inclusie. Dat ga ik doen door middel van een aantal slides die ik met jullie ga delen. Maar zo'n webinar, zo'n presentatie is het mooist als dat interactief gebeurt. En nu is het lastig, want jullie kunnen jullie microfoon niet aanzetten of beeld aanzetten. Maar jullie kunnen wel in de chat vooral reageren. En dan gaan we op die manier de interactie met elkaar zoeken. Ja, leuk. En daar nodig ik jullie nogmaals toe uit om in de chat echt te reageren. Zodat ik dat weer door kan geven en dat we samen dit leerproces vormgeven. Precies, inderdaad. En ik zal zelf bewaken, mensen, dat, want ik heb heel veel slides, dat we in ieder geval vooral het leereffect en kennis opdoen, dat dat centraal staat. En als dat nodig is om een aantal elementen te skippen, dan gaan we dat doen. Maar we houden vooral de interactie erin. Laten we beginnen anders met, want Mentioneel, jij hebt heel goed zicht op de vragen van de mensen die komen, of reacties. Schroom niet in de chat, jij houdt ze heel goed in de gaten. Ja. Laten we eerst even kijken, waar hebben we het überhaupt over? Wat is nou, net in jullie interactie met Linda gaf je aan, het gaat erom iedereen thuis horen. Waarom is het nodig om met dit vraagstuk aan de slag te gaan? Maar laten we met elkaar eens eventjes kijken hoe wij met z'n allen hier in dit vraagstuk zitten. En wat eigenlijk inclusie voor ons betekent. En dat wil ik eigenlijk als volgt doen. Als het goed is, komt er in de chat die jullie kunnen zien, en ik op dit moment niet, komt er een link die jullie kunnen aanklikken. En dan krijgen jullie een Menti-vraag voor je. En die Menti-vraag luidt als volgt. Wat betekent inclusie voor jou? Sanië, voor degene die... Ja? Ik denk dat ze eerst nog naar menti.com moeten gaan en dan dat activeren. Er zijn meerdere mogelijkheden, Mentioneel. Ja. Eentje is via je telefoon de QR-code scannen. Of inderdaad, wat Mentioneel zegt, via menti.com en die code invoeren. En een andere mogelijkheid is, en ik begreep dat het in de chat wordt gedaan. Oh ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb daar geen controle. Ik zie het, want dus de link staat in de chat. Ja. En we gaan hem gewoon lekker simpel houden. Ja. Ja, inderdaad. Voor degene die het liever via de telefoon doet, dus pak de QR-code of via menti.com naar de code. Vul het in. Wat betekent inclusie voor jou? En degene die het heel graag alles op de eigen pc doet, kan gewoon op die link in de chat klikken. En dan kom je uit bij deze vraag. Intussen zie ik wat reacties binnenkomen. Jullie nog niet, want ik heb mijn scherm nog niet met jullie gedeeld. Dus ik ga nu overschakelen. Neem de tijd, vul het in en dan gaan we met elkaar kijken wat nou inclusie voor jou precies betekent. En voor degene die het echt niet lukt om de Menti te komen en je hebt een prangende reactie of je wil er iets van zeggen, zet het in de chat. Mensen zien dat en dan kunnen we daarop inspelen. Ja, dit is ondertussen. Ja. Dat mensen het aan het invullen zijn. Want de slides, worden die gedeeld? Kunnen die gedeeld worden met de kijkers? De slides die jij gaat gebruiken? Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, alle slides. En ik zorg dat de resultaten van de Menti's er ook in komen. Wat dus fijn. Dan kan via de organisatie kunnen jullie gewoon alle slides krijgen. En ik heb begrepen ook dat dit ook opgenomen wordt. Dus dat is ook terug te kijken. Ja. Intussen zie ik natuurlijk hoeveel mensen er online zijn. Dat is niet helemaal juist wat ik zeg. In ieder geval hoeveel mensen er gereageerd hebben. Nee, want er zijn veel meer mensen online. Maar het duurt nog even voordat ze allemaal gereageerd hebben. Maar misschien kan je al een beetje een eerste indruk geven van de antwoorden die je... Ja, zeker. We zien dat het balkje blauw, dat iedereen erbij hoort, er heel hoog scoort. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Hè? Kan iedereen erbij horen? Hoe zit dat nou precies? En wat weten we vanuit inzichten vanuit wetenschap als het gaat om erbij horen? Dat iedereen zichzelf kan zijn, hè, scoort ook als tweede. We zien inderdaad die balkjes verspringen, omdat er steeds meer mensen het invullen. Die scoort, de 12 mensen hebben dat als keuze aangegeven.
dat we alle perspectieven meenemen bij het maken van plannen. Dat gaat eigenlijk in de kern over inclusieve besluitvorming. Hè? We mogen er zijn, maar mogen we ook zeggen wat we vinden en worden die perspectieven, onze ideeën meegenomen. Daar gaat het derde balkje over. En dat laatste lijkt er ook wel een beetje op dat we leren van elkaar. Hè? Dat we het diversity of thought, dat we perspectieven met elkaar delen en op die manier ook echt leren en uitwisselen. En eigenlijk kloppen ze allemaal, dus er is geen goede juiste antwoord. Ik heb jullie bewust laten kiezen, omdat het voor de een het ene element meer van doen is dan van het andere. En zoals we hier zien, zijn de meeste reacties van het erbij horen. Het erbij horen en jezelf zijn. En daar ligt vaak ook in de praktijk de spanningsveld. Hè? Kun je overal jezelf zijn en hoor je erbij als je helemaal jezelf bent? Om jullie even mee te nemen naar het concept inclusie, wat is dat dan precies? Hoe zit dat in elkaar? Ga ik even daar naartoe schakelen. Mensen, als er vragen zijn, reacties zijn, laat het in de chat weten. Nou, mijn klikker doet het nog niet. Ogenblikje. Ik ga te snel. Ja. Er is sprake van inclusie als iedereen zich ingesloten voelt. Dus als iedereen erbij hoort. En zoals jullie kunnen zien, ligt inclusie rechtsonder. En dat gaat dus in feite, zeggen wij altijd, inclusie is als je erbij hoort en jezelf kunt zijn. Maar als wij onderzoek doen naar inclusie, dan kijken wij of individuen de verbondenheid met het team waarin ze werken, of de afdeling of de organisatie hoog is, en of de waardering voor de eigenheid van de persoon hoog is. Als dat hoog is, dan is daar sprake van inclusie. Dat is rechtsonder. Ik ga ze niet alle vier de bullets bespreken, maar om jullie een beeld te geven, het bestaat uit vier kwadranten. En op basis van die twee uitersten, verbondenheid en waardering, is er sprake van inclusie, assimilatie, exclusie of differentiatie. In de praktijk ligt het spanningsveld vaak tussen inclusie en assimilatie. En assimilatie is dus dat je eigenlijk de waardering voor jezelf laag is en dat je eigenlijk geheel aanpast aan die context. En als jullie naar de plaatje kijken, dan zien jullie poppetjes en die poppetjes worden rood geverfd. Dat betekent dus dat je een onderdeel wordt van de norm om mee te kunnen doen in de context waarin je eigenlijk werkzaam bent. En het interessante aan dit spanningsveld tussen inclusie en assimilatie is dat het eigenlijk bijna nooit mogelijk is om te streven naar 100% inclusie. En waarom zeg ik dat? Omdat je altijd, in welke context je ook komt, altijd moet gaan meebewegen in de context waarin je zit. En dat vraagt van elk individu wat. En jij als persoon bepaalt wat je inlevert en wat je niet inlevert. Het belangrijkste meetlat om te bepalen waar jouw grens, persoonlijke grens ligt, en niet alleen van jouzelf, maar ook van de collega's die jullie begeleiden of waar jullie leiding aan geven, is hoe ver gaat deze persoon van zijn of haar eigen authenticiteit afstaan? En wat vraagt de norm eigenlijk van deze persoon? En waar ligt de grens? En die grens bepaalt elke persoon voor zichzelf. Om even een concreet voorbeeld te noemen. Jullie zien die poppetjes dus die rood geverfd worden. Het is soms ook nodig om iets van de heersende cultuur mee te krijgen om daarin mee te bewegen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb jarenlang als politievrouw gewerkt en ik ben niet rood geverfd, maar ik ben toen ik in uniformdienst werkte, toch redelijk blauw geverfd. Zodat je de taal, de sfeer, de dynamiek van die organisatiecontext ook een beetje in de vingers hebt om mee te bewegen. Dus die spanningsveld tussen inclusie en assimilatie, dat is eigenlijk het grootst. Wellicht is dat ook herkenbaar voor jullie eigen context. Denk maar eens eventjes na. Je bent van de gemeente X naar gemeente Y gegaan, of van een andere publieke sector naar de gemeente. En in de beginperiode ben je een beetje aan het zoeken van wat voelt prettig en waar beweeg ik mee en waar blijf ik eigenlijk bij mijn eigen ik. Tot voor zover even een korte theoretische exercitie. En de belangrijkste boodschap is dat inclusie eigenlijk niet altijd zomaar 1, 2, 3 gerealiseerd kan worden. En er zijn wel lichtpuntjes en er zijn wel knoppen waar je aan kunt draaien. Waar je op kunt inspelen om inclusie te bewerkstelligen. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Laten we nou met z'n allen krijgen. Oké, er zit natuurlijk een hele sterke link tussen diversiteit en inclusie.
diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen en overeenkomsten tussen mensen. En inclusie is inderdaad in hoeverre er ruimte is voor de individu. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is waar gaat diversiteit bij jouw gemeente over? Linda, die heeft een aantal groepen net genoemd, hè, van diversiteit. Linda Voortman, die zei, wij gaan daar op focussen, we gaan hier op focussen, we gaan daar interventies op doen. Dan is wat ik merk binnen de contexten, vooral de publieke sectoren, waar ik of onderzoek doe of een adviserende rol heb, zie ik dat het de duiding van het begrip echt verschillend is. En dat heeft te maken met waar je als persoon of als organisatie de nadruk wil op wil leggen. Dus mijn tweede vraag aan jullie in de Mentimeter is deze vraag te beantwoorden. Dat gaat via dezelfde link overigens. Diversiteit bij de gemeente gaat over... Intussen heb ik ook de Menti geopend. Dus als jullie weer via de QR-code daar naartoe gaan, of via de menti.com of via de link, dan kunnen jullie dat nu invullen. En de vraag is, diversiteit bij de gemeente gaat over. En om jullie wat te dwingen, heb ik enkele keuzes gemaakt, enkele suggesties gedaan, en om daar een keuze uit te maken. En je zou kunnen zeggen alles, maar dat doen we eventjes niet. Maar laten we eens even kijken, uitgaande dat jullie alle vanuit de gemeente hier aan deelnemen. Diversiteit bij mijn gemeente, bij de gemeente, gaat over. In de tussentijd dat jullie aan het invullen zijn, zie ik dat er al 21 reacties zijn binnengekomen. En ik ga gelijk ook mijn Menti met jullie delen om te kijken hoe we met z'n allen hierop antwoorden. Omdat mensen vaak vanuit zichzelf redeneren, hè, Sanié? Dus ja? Vandaar ook deze vraag. Om te kijken van, hey, wat speelt er? En wat voor... Bij jouw gemeente, waar gaat het dan over, denk jij? Ja, inderdaad. En je ziet hier inderdaad dat sommigen zeggen migratieachtergrond 5%. Een overgroot deel zegt minderheidsgroepen in de samenleving. En dat is een heel breed begrip. In feite zou je bijna zeggen, mensen met een migratieachtergrond zou je ook onder die groep kunnen categoriseren of niet. Dus het gaat om minderheid. Jongeren, 9%, is ook een specifieke groep. En een overgrote gedeelte zegt 53% zegt minderheidsgroep en 33% anders. En het interessante is, wat wij vaak zien, is het, als we historisch naar dit vraagstuk kijken, is het vaak ook aangevlogen vanuit, er is een groep in de minderheid, er is sprake van, komt zo dadelijk op terug, perspectieven op diversiteit, maar er is sprake van ongelijkheid. En die ongelijkheid moeten wij in die samenleving ten aanzien van die minderheidsgroepen wegwerken. Dus laten we daar werk van maken. Dus ik vermoed dat die 53% vooral daar vandaan komt. Hè? Er is wat aan de hand en we moeten dat ongelijkheid wegwerken. Een grote groep die zegt anders. En wat mij nieuwsgierig maakt, en misschien krijg je al wat reacties in de chat, van wie is dan die anders? Waar gaat... Want dat is een aanzienlijke groep. Ik krijg wel een reactie. En dat is dat we niet alleen maar te maken hebben met mensen die meekijken, die bij gemeentes werken, maar ook in veiligheidsregio's zoals Eltje. Eltje, welkom. Fijn dat je dat met ons deelt. Dus het gaat erom in jouw werkomgeving. Dus als je die vraag beantwoordt vanuit jouw werkomgeving. Ja, op zich inderdaad maakt het niet zoveel uit. Hè. Ik heb nu toegespitst op de gemeentelijke sector, overheid. Maar het is inderdaad de exercitie van deze vraag is vooral ook om met elkaar te kijken, oké, waar ligt het merendeel van de mensen, de professionals, nou nadruk op binnen hun eigen context? En heb je iets van een reactie, Mejnu, dat hoe anders te duiden is? Nog niet. Ik hoor ze wel heel hard nadenken en komt er wel aan. Ja. Op zich kan dat misschien zo dadelijk ook in de interactie. Want intussen ben ik wat dingen aan het vertellen die misschien jullie aan het denken zet. Of juist vragen oproepen. Inmiddels is er een reactie, Sanié. Nou, laten we daar naar kijken. Ja, van Elif. Ik kan me voorstellen dat inclusie binnen de Randstad anders wordt ingevuld. Omdat de samenleving er ook diverser uitziet in de Randstad. Ik denk dat Elif dan bedoelt diversiteit, want we hebben net gezien met elkaar inclusie is dat elk individu erbij hoort, dus het gaat niet zozeer om die groepen. En ik kan me voorstellen dat je als organisatie, of dat nou veiligheid of gemeente
of een andere publieke sector is. Wel kijkt van oké, maar wie bedien ik nou? Hè? Voor wie ben ik nou? En dat je in ieder geval bij het aanpakken van dit vraagstuk ook dat in het achterhoofd hebt. Hè? Dus inderdaad zeker. Het gaat erom ook die context waarin je... waarin je organisatie staat, is relevant voor de aanvliegroute die je kiest. En misschien ook de urgentie? Ja. Want bij de een kan het voelen alsof het minder urgent is dan bij de ander. Denk ik ook naar aanleiding van wat Elif opmerkt. Ja, zeker. De urgentie wordt bepaald natuurlijk van wat wil je ermee bereiken. Een urgentie zou kunnen zijn dat sommige organisaties, publieke organisaties, zeggen... Ik ga dit niet zeggen. Ik ga even daar geen antwoord op geven. Want dat is een vraag die ik voor jullie juist heb. Dat is mijn volgende vraag, Mishnu. Want die urgentie kan verschillend zijn voor elke organisatie. Ik noem dat even gemakshalve. De motief waarom je hier werk van gaat maken. Wat maakt nou dat Linda Voortman... dank overigens voor je hele mooie toelichting. Want ik heb zoveel haakjes gezien om nu ook met de mensen daarop aan te haken. Want Linda heeft een behoorlijk wat opsomming gedaan van de dingen van waarom het nou voor de gemeente Utrecht nou relevant is. En ik vermoed, ook in aanhakend bij de vraag van Elif, dat zij ook gekeken heeft naar de context, in dit geval Utrecht. En op basis daarvan keuzes gemaakt van oké, dit zijn de redenen waarom wij hier werk van willen maken. En ik nodig jullie uit als professional. Als jullie dit vraagstuk oppakken of als jullie met een collega hierover in een gesprek gaan, continu die vraag voor ogen te hebben. Want eigenlijk is die vraag, waarom ga je hiermee aan de slag, is eigenlijk de stip op de horizon. En zolang we de stip rondom dit vraagstuk niet helder hebben, is het ook lastig om daar te komen. Ja, want die stip op sorry dat ik door je heen. Ja, ik luister. Die stip op de horizon is hartstikke belangrijk. Er zijn twee antwoorden binnengekomen op jouw eerste vraag, hè, over wat... anders denk ik moet het zijn, is onder andere alle voorgenoemde groepen en meer. En Marieke zegt de banenafspraak geeft ze daar. En ja. Marie geeft ook nog dat anders is de bredere diversiteit dan de genoemde groepen. Diversiteit qua talent, opleidingsniveau, persoonlijkheid, geaardheid, afkomst, cultuur, leeftijd. Eigenlijk alles waar je anders in kan zijn. Ja, nou, ik ben super blij met dit antwoord, want dat brengt mij ook gelijk... Want je had er twee, hè, zei je misschien. Ja, het zijn er inmiddels drie reacties. Ja, oké. Ja. En ik heb net de derde genoemd. Oké, helder. Want jij had het net daarvoor over de stip aan de horizon, dat die belangrijk is, dat we die met elkaar gaan stellen. Ja, en voordat we naar de stip gaan, gaan we samen eens even met mijn deling ongedaan maken. Ik denk, waarom werkt dat eigenlijk niet? Zien jullie de slides? Wij zien nu de vraag weer en nu zien we weer de slide. Okay. Ja. Ja. Nou, die reactie is inderdaad, kijk, dit weten we allemaal. Hè? Diversiteit gaat inderdaad, die anders werd genaamd van alle verschillen. De perspectieven, de waarden, normen, hoe we als persoon in elkaar zitten. En diversiteit, hè, de kop zegt dat gaat over ons allemaal. Gaat over u, gaat over jou, over mij, over Mishnu. Het gaat over ons allemaal. Het gaat om die zichtbare en die onzichtbare aspecten. Tegelijkertijd is de uitdaging in de praktijk, en ik vermoed dat jullie dat ook herkennen, dat we heel veel interveneren op de zichtbare aspecten. En niet alles is zichtbaar in groepen. En minder in, maar welk perspectief neem ik mee? In beleidsstukken, in ambities formuleren we dat wel. Hè? Uiteindelijk gaat het erom dat we ieders inbreng en perspectief meenemen. Maar ik zie wel in de uitvoering, in de aanpak, dat het best wel lastig is om te interveneren op dat niveau. Dus inderdaad, het gaat om al die verschillen. Tegelijkertijd is het ook nodig om soms hier en daar wat accenten te leggen, omdat het anders heel moeilijk is om aan die breedte en de complexiteit wat diversiteit met zich meebrengt te werken. Dus het is inderdaad, het gaat over alle andere verschillen wat we ook in die cirkel net zagen. Het is, denk ik, even terugkomen op die stip op de horizon, is waarom dan? Hè? Waarom maken we werk van D&I bij gemeenten en voor de mensen die in een ander sector werken bij de veiligheid? Waarom maken we werk van D&I? Binnen mijn organisatie maak ik er even van. Ook dit kan weer via de link in de chat, via de QR-code op dezelfde wijze, zoals net, kan het ingevuld worden en de mentie is inmiddels geopend. Dus als het goed is,
kunnen jullie de vraag beantwoorden. En deze waarom-vraag is de stip op de horizon. Waarom? Waarom maken we hier werk van? Omdat het een hype is, of Linda noemde het ook ergens, verbinding met de samenleving, verbinding met inwoners. Ja, en die gaat het om, ja? De intrinsieke motivatie ook, hè, van wat is het wat je misschien zelf tegenkomt of wat je bij een ander ziet. En dat je ook voelt die verantwoordelijkheid van, hé, dat moeten we met z'n allen oppakken. Want die ander die bijvoorbeeld uitgesloten wordt, die kan dat niet in zijn eentje doen. We hebben elkaar daarvoor nodig, toch? Precies. En ik weet niet of het jou ook opvalt, mensen, dat gelijkwaardigheid, de toelichting die je geeft, die past daar ook heel erg. De gelijkwaardigheid of de ongelijkheid die je ziet, beweegt ook mensen, inspireert ook mensen, vooral om werk te maken van diversiteit en inclusie. En eigenlijk vind ik die gelijkwaardigheid voor publieke organisaties, we hebben het als we het over diversiteit hebben, waarom diversiteit? Het is goed voor de business. Dat is eigenlijk dit punt. Twee mensen hebben bevorderen van innovatie aangeklikt. Het bevorderen van business wordt vaak in beleidsstukken vaak ook toegelicht. Maar je ziet wel dat de publieke organisaties en ook mensen vooral in beweging komen vanuit die ongelijkwaardigheid. Oftewel het bevorderen van die gelijkwaardigheid. 27 van de 39 mensen hebben nu ook dat ook aangeklikt. Hè? Het gaat om het bevorderen van die gelijkwaardigheid. En wat mij betreft, en dat wilde ik net aangeven, is het bevorderen van gelijkwaardigheid is een business. Is een business voor de publieke sector, voor publieke organisaties, die eigenlijk ook een voorbeeldrol vervullen als het gaat om het bevorderen van gelijkheid. Ja, en Sanië, zou je misschien je scherm met ons kunnen delen, dat we zien de reacties Excuses. En hoe dat gaat? Ja, helder. Ja, en ik zie het allemaal voor me en ik denk dat jullie dat ook allemaal zien. Ja, maar je brengt het heel levendig hoor, dus nu gaan we het ook nog zien. Ja. Nou, dit is het plaatje, dit is het eindresultaat, denk ik. Want er kwamen nog net al 1 of 2 bij. Ja, en mag ik een herhaling te vallen. Mag ik ondertussen een opmerking plaatsen vanuit de chat van Gerard? Of moet ik die nog even bewaren tot zo? Ja, zeker, dat kan. Dat is hier nu het momentum voor. Ja, want Gerard geeft aan, ik probeer al jaren de banenafspraak onder de aandacht te brengen. En nu zie ik kansen om aan te sluiten bij beleid van diversiteit en inclusie. Ja, prachtig. En dat denk ik dat Gerard kan bedoelt dat er ook nu die ook een wettelijk kader daarvoor is, hè? Waardoor organisaties gedwongen worden om hiermee aan de slag te gaan. En dat biedt zeker perspectief om er concreet handen en voeten aan te geven. Ja, om echt dus ook het verschil te kunnen maken. Want soms kan je dat wel willen vanuit een bevlogenheid, maar je hebt echt een wettelijk kader ook nodig, want je zal ook weerstand tegenkomen. Ja, zeker. En die weerstand is er volop, dus daar kom ik zo dadelijk ook wel op terug. En het is ook belangrijk hoe je daarop zou kunnen anticiperen. Niet met als doel weerstand weg te werken, maar hoe kun je eigenlijk de geluiden die daar naar boven komen ook serieus nemen. En het is eigenlijk dus diversiteit een veranderopgave en echt die verandering vorm gaan geven. En dan heb je wel die weerstand ook nodig en mensen nodig die ook kritisch blijven kijken natuurlijk. Ja. Maar het valt mij op, ik heb eerder ook deze vraag aan andere groepen gesteld. En ik valt mij in ieder geval nu op dat gelijkwaardigheid, sowieso scoort gelijkwaardigheid altijd hoog, maar dat die inderdaad in relatie tot die andere eigenlijk echt uitspringt. Die stip, daar wil ik graag mee verder. Want we zien dat gelijkwaardigheid uitspringt. Er zijn meerdere redenen, stippen. Ik sla even een slide over, zoals jullie merken, want daar staat te veel tekst op. Er zijn verschillende motieven om hiermee aan de slag te gaan. En ik heb hier een plaatje hoe je ernaar zou kunnen kijken, wat die perspectieven zijn. Ook vanuit het HRM kun je zeggen van oké, als dit het perspectief is van mijn organisatie, oftewel mijn organisatieonderdeel, wat moet ik dan doen om daar te komen? Laten we heel snel kijken naar die perspectieven. Eén daarvan, zoals we zien, staat gelijkheid. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dit is een modelletje die ik al weer een paar jaar geleden had getekend. Het klopt het term gelijkheid niet helemaal. Het moet eigenlijk zijn gelijkwaardigheid. Het streven naar gelijkwaardigheid. Dus op het moment dat je als organisatieonderdeel zegt, hey, voor ons staat gelijkwaardigheid centraal, dan betekent dus dat je bepaalde interventies zou kunnen doen om die ongelijkheid weg te werken. En een wettelijk kader, zoals Gerard het net aangaf,
kan daarbij helpen. Of een streefambities, hè, sommigen zeggen quota, hè, daar is veel over te zeggen, kunnen helpen om die ongelijkheid weg te werken. Tegelijkertijd ligt daar ook het spanningsveld en de discussie en ook de weerstanden. Want wil je die ongelijkheid wegwerken, ontkom je er niet aan om een ongelijkheid te creëren. Hè? Want je gaat andere mensen, bepaalde mensen zeggen van nou ja, die gaan we daarin extra mogelijkheden en kansen geven. Dus het is onontkomelijk dat dat gebeurt. Maar je hebt wel een aantal mogelijkheden om te interveneren om die ongelijkheid weg te werken. Een ander motief zou kunnen zijn, en dat vind ik een hele mooie bijvoorbeeld voor de gemeentelijke overheid of voor de politie, die zegt, wij willen dat in onze inwoners ons vertrouwen als organisatie. Ik heb jarenlang bij de politie gewerkt, ook als politievrouw op straat. En als ik daar ook niet geuniformeerd buiten was, werd ik ook aangesproken door inwoners die mij ook vanuit mijn andere rol kenden. En ik kreeg allerlei informatie. Het gaat dus om het vertrouwen van je organisatie. En dan spreken we over legitimiteit. En dat betekent dat de legitimiteit van de gemeente, legitimiteit van de politie. En dat is ook een perspectief. En als je voor dit perspectief kiest, dan kun je andere dingen gaan doen dan bijvoorbeeld streefcijfers of quota. Veel organisaties, ik heb dat bij jullie dus niet gezien, het derde bolletje staat creativiteit. Veel organisaties zeggen wij willen innoveren. We willen de verschillende perspectieven van mensen bij elkaar brengen. Zodat we nieuwe plannen kunnen maken, ons beleid daarop toegespitst is. Dat we kunnen voorkomen dat er een tweede toeslagenaffaire variant komt. Dat we meer mensen meekijken. Dus dat betekent dus dat je allerlei perspectieven binnen moet gaan halen. Als je hiervoor kiest, dan betekent dus dat je echt andere dingen gaat doen dan dat je zegt, nou, wij moeten legitiem zijn voor onze inwoners. Dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen, we gaan inwoners betrekken bij plannen die we maken. Dan hoef je ook niet direct te zeggen, we moeten bepaalde type mensen in onze organisatie hebben. Dus er zijn allerlei andere aanpakken die je daarvoor kunt kiezen. En dat laatste is vanuit de bestuurskunde, is je kan ook zeggen van, wij willen als organisatie inspelen op die maatschappelijke opgave. Er is een vraagstuk, er is een probleem en die opgave staat dan centraal. En we willen in verbinding blijven met onze inwoners, met onze klanten. En dat is voor ons de drive om hiervoor te kiezen. En dit zijn enkele perspectieven. Die kunnen door elkaar lopen. Het is dus niet het een of het ander. Maar het is wel ook zo belangrijk om te weten waar je voor kiest. Want op het moment dat je kiest voor verbinding of creativiteit, dan ga je echt andere dingen doen dan als je ongelijkheid wil wegwerken. Want wat de vergissing, en dat is dat poppetje met het knopje, die op dat knopje drukt. Het is niet zo, en dat is de vergissing die sommige organisaties misschien ook niet op beseffen, dat dat gebeurt, is het is niet zo dat als je allerlei mensen vanuit verschillende achtergronden, vanuit de participatiehoek, vanuit de genderhoek of de LHBT of mensen met een migratieachtergrond, het is niet zo dat als je deze mensen allemaal binnenhaalt, dat er vanzelf creativiteit één druk op de knop ontstaat. Dus wil je naar creativiteit, wil je naar verbinding, dan moet je echt andere dingen gaan doen. En wat ook niet onbelangrijk is bij die laatste twee. En Sanié, wat bedoel je met andere dingen? Bijvoorbeeld, als je zegt van je wil creativiteit stimuleren. Ik wil een nieuw beleidsplan maken, een nieuw plan rondom sociaal domein. Ja. Dan zeg je wat hebben onze inwoners nodig? Welke ideeën hebben we? Dan ga je de perspectieven van je collega's meenemen, van de mensen die beleid maken. Even voor mij hoor. Ook, betekent dat, wat hebben onze bewoners of inwoners van de gemeente nodig? Dat je dus naar die inwoners toe gaat en dat ophaalt en dan ga je daarmee aan de slag in plaats van zelf te gaan bedenken wat jij denkt dat de ander nodig heeft. Want dat is soms toch een valkuil. Maar dat zie je de gemeente al best wel veel doen, hè? Met inspraakavonden, met co-creatiesessies. En mijn punt is hier, sta jij voor die creatie en creativiteit, dan hoef je nog niet zichtbaar divers te zijn als organisatie. Okay. Dan kun je ook zeggen, ik ga extern het netwerk opbouwen. Maar je kan ook zeggen, ik ben divers en ik ga ook alle perspectieven binnen mijn organisatie proberen mee te nemen bij een nieuw plan rondom het sociaal domein, rondom de jeugd bijvoorbeeld. Okay, helder. Dus dat is wat anders dan het hanteren van streefcijfers. Om bepaalde groepen eigenlijk vertegenwoordigd te hebben binnen je personeelspopulatie. Okay, dank je. Ook, en wat bij dat laatste interessant is, want
Wil je naar creativiteit en verbinding, dan wordt inclusie belangrijk. Het is niet zo. Stel je zegt, we willen creativiteit stimuleren. Dan heb je in een organisatie, wat ook heel vaak gesproken wordt over een inclusieve cultuur, dan heb je een cultuur nodig dat hetgeen wat Gerard of Elif zegt, ook meegenomen wordt in de plannen. Dus inclusie wordt dan extra belangrijk. Hè? Belangrijk dat die stemmen, dat die meerdere stemmen, die meerdere perspectieven ook meegenomen worden. Dus eigenlijk is inclusie een basis, een stevige basis, om tot creativiteit en verbinding te komen. En dat brengt mij gelijk eigenlijk naar het begrip cultuur, waar we vaak ook zien, ook in medewerkersonderzoeken, organisaties die doen dan, die gaan kijken van ook in hoeverre is er sprake van inclusie binnen onze organisatie. En er wordt ook wel eens gesproken over, we werken aan een inclusieve organisatiecultuur. En wat is dat dan precies? Hoe meet je nou een inclusieve organisatiecultuur? Nou, er zijn verschillende manieren om een inclusieve organisatiecultuur te meten. Nou, daar hebben we allerlei gevalideerde vragen over. Maar wat ik wel met jullie vooral nu wil delen is, er zijn verschillende knopjes die relevant zijn om inclusie te bevorderen. En ik ga van links, van rechts naar links. De eerste is wat we heel vaak gehoord hebben. Ik word uitgenodigd op een feestje, maar ik moet daar ook het muziek bepalen. Dat gaat over inclusieve besluitvorming. Dus op het moment dat er een beslissing wordt genomen in je werkcontext of als je leidinggevende bent, in hoeverre hebben mensen daar invloed op? En dat is relevant voor de beleving van inclusie. Dus eigenlijk de beleving van inclusieve cultuur. Een ander aspect is betrokkenheid. In hoeverre zijn jouw collega's om jou heen, en daar hebben we als individu, daar hoef je geen leidinggever te zijn, betrokken bij de processen in werkgroepen. Dus die commitment is gewoon een relevante pijler. En daar kijken we ook vaak ook in onderzoek naar, om inclusie te meten. En een hele andere belangrijke is de derde, van links, is respect en waardering. Die zagen we ook terug in die kwadranten met inclusie. Is er onderling respect en waardering? En respect en waardering wordt vaak wel eens verward met ik moet het met de ander eens zijn. Dat is het dus niet. Het gaat erom dat je aanhoort, je hoeft het niet met de ander eens te zijn, maar dat je de mening en de gedachtenlijn van de ander respecteert. En dan de laatste of de eerste van links is de psychologische veiligheid. Als wij onderzoek doen naar inclusie, dan meten we vaak op de psychologische veiligheid. Dat is een set van vragen die we voorleggen. En eigenlijk kunnen jullie ook zelf, en die vragen zijn openbaar, dus mochten jullie straks zeggen, hey, wij willen inclusie meten, dan kan ik jullie wel voorzien van enkele gevalideerde vragen. Maar psychologische veiligheid wordt heel vaak meegenomen in organisaties om te kijken of er sprake is van inclusie. En om jullie een beetje een beeld te geven, wat is dat dan, die psychologische veiligheid, heb ik daar een mentievraag over opgesteld. En wetende dat jullie niet allemaal uit dezelfde organisatie komen. Maar laten we met z'n allen eens kijken naar de vragen. Want dit zijn allemaal van die losse, lege begrippen. Het is onmogelijk omwille van de tijd om ze allemaal te behandelen. Maar laten we met elkaar kijken, wat is nou psychologische veiligheid? Laten we dat spiegelen naar de context waarin jullie werkzaam zijn. En ook dat gaan we met een mentievraag doen. En ook hier heb ik het woord gemeente gebruikt. Nee, heb ik niet gebruikt. Het gaat om de organisatie. Maar laten we eens kijken naar de vragen van psychologische veiligheid. Dit leggen we dus onder andere voor. Maar nu gaan we het, ik weet niet hoeveel deelnemers het zijn, met z'n allen eens kijken. Hoe scoren wij onze eigen organisatie hierop? Dat kan weer via dezelfde link in de chat of via de QR-code. Of via de menti.com en dan de code die rechtsboven staat. En in de tussentijd dat jullie aan het invullen zijn, ga ik nu mijn menti wel delen, zodat we met elkaar kunnen kijken hoe we daarop scoren. Ja. En de ervaring leert dat daar heel gevarieerd op gescoord wordt op deze vragen. Want Sanië, mag ik jou daar een vraag over stellen, over die psychologische veiligheid? Want je hebt het al een paar keer benoemd dat je bij de politie jaren werkzaam bent geweest. Voelde jij je daar psychologisch veilig? Intern in de organisatie heb ik mezelf altijd veilig gevoeld, inderdaad. En je maakt bij als politievrouw, man, maak je best wel wat mee. Ja. Dus in die zin
ontwikkel je ook wel een olifantenhuid, mm-hmm. zal ik maar zo zeggen. Dus dat je ook want je krijgt best wel wat op je af, ook als je op straat bent. Ja. Maar in de organisatie heb ik het geluk gehad dat ik in contexten heb gezeten, waardoor ik me altijd wel veilig heb gevoeld. En natuurlijk is er wel gesold en natuurlijk heb ik ook opmerkingen gehad, maar in de jaren dat ik er gewerkt heb, 17 jaar, heb ik daar ook wel van me leren afbijten. Dus het is denk ik ook wel een beetje hoe je met die context omgaat. Maar intussen, ik ben natuurlijk al zoveel jaren weg, is het, want over de politie kunnen we een aparte webinar voor organiseren, om daarop in te gaan. Intussen ben ik al enkele jaren weg en je ziet dat het vraagstuk ook echt een issue is, ook binnen de politie. Ja, dat op de agenda. Want er wordt ook een vraag gesteld die ik daaraan wil verbinden. Want Masha zegt, hoe zoek je nou en of vind je die gemeenschappelijke waarden? Ja, er zijn enkele manieren voor. Ik heb daar ook wat workshopjes voor ontwikkeld. Die gemeenschappelijke waarden is wel een hele... Ik ben even de naam kwijt, Masha. Van de inbrenger. Masha, ik ben... Ja. Want die gemeenschappelijke waarde is wel echt o zo belangrijk. Want tegelijkertijd, er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt zoeken. En eigenlijk kun je conflicten en wrijvingen, en conflict is groot woord. Maar als je wat schuring hebt met iemand in je werkcontext, kun je op zoek gaan naar die waarden. En wat je dan zal ontdekken, is dat als je het op dat niveau met elkaar bespreekt, een conflict, zul je ontdekken dat je soms dezelfde waarde uitkomt, alleen de duiding van die waarde verschillend is. Maar er ontstaat en je kweekt wel veel meer begrip voor elkaar, dan dat je anders op een hoger niveau blijf je vaak in de wel eens niets en irritaties. Ja. Dus hoe kom je bij die waarde? Dan heel simpel, platgeslagen. Je gaat het op zoek van wat drijft jou, wat beweegt jou, en wat maakt dat jij hiervoor staat, of wat maakt dat jij hier... kriebels van krijgt of enthousiast door raakt. Op die manier kun je natuurlijk bij de waarde van iemand komen. En dan is het denk ik heel belangrijk dat je vooral ook de manier waarop je het vraagt. Het is de toon die de muziek maakt. Dat ook maakt dat je gewoon een oprechte nieuwsgierigheid naar de ander hebt. Om dat echt te willen weten. Ja, zeker. En die oprechte nieuwsgierigheid. Ik weet niet of ik hem op mijn slide heb mentioned. Is wel een hele belangrijke. Je intentie. Altijd wat je centraal zou moeten staan is de intentie en de nieuwsgierigheid. Kijk, die intentie, daar prikken mensen doorheen. Daar prik jij en ik ook doorheen. En ieder ander, ik wil niet gek zeggen, maar ieder ander prikt er gewoon doorheen, klaar. Ja. Dus als jouw intentie bij de start van je communicatie al niet clean is, ga dan even terug en werk even aan je intentie. Voordat je de interactie met de ander aangaat. En dan die oprechtheid. Hè? En niet vragen om te vragen, maar vragen uit die oprechtheid. Maar laten we eens eventjes kijken, mensen. Wat valt jou op als je hiernaar kijkt? Ja, ik zie dat er hoog gescoord wordt op binnen mijn team worden verschillende denkbeelden en perspectieven gewaardeerd. Dus het feit dat het gewaardeerd wordt maakt dat die psychologische vrijheid bij een groot aantal mensen hoog is. Wat me ook opvalt is dat stuk over intimidatie, dat vind ik wel interessant. 3,9%. Procent staat daar binnen mijn organisatie. Ja, hij is negatief. Hij is negatief geformuleerd natuurlijk. Ja. Dus een 3,9 is een... Dit is een 7. Of een 6. Ja. Eigenlijk een 6. Een 5,9. Oké. Want binnen mijn organisatie komt intimidatie voor. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Want wat valt er onder intimidatie? Hè? Soms weten we geen woorden te geven aan processen die plaatsvinden die heel onprettig voelen. Dus ik denk dat dat ook goed... kan zijn om dat bespreekbaar te maken binnen organisatie. Wat is intimidatie? Wat valt eronder? En dat je dan zo ook die veiligheid... Want wat de een ervaart als intimidatie, kan de ander denken, nou, dat is toch gewoon een leuke grap. Ja, precies. En kijk, dit is natuurlijk een vraag die... Deze vraag, overigens, dat is mooi dat je dat zegt, mensen. Deze vraag wordt vaak in onderzoeken in één adem als volgt genoemd. Binnen mijn organisatie komt discriminatie en intimidatie niet voor of voor. Dus het wordt heel vaak gelinkt aan de term discriminatie. Okay. Die twee vragen hangen, dat zie ik ook in mijn eigen onderzoeken, nauw met elkaar samen. Dus, maar inderdaad, het is, wat je hier ziet, een 3,9, dat is dus een 5,9 waar we scoren, betekent dus dat 38 mensen die het ingevuld hebben, ook aangegeven hebben dat dat niet een dikke voldoende scoort zoals die twee bovenste, hè, 6,9 en 7,7. Wat ik zelf ook een interessante hierin vind, en voor de mentiekenners, hoe meer golfjes je ziet, hoe meer spreiding in de antwoorden er is. Dus dat betekent, want dit zijn gemiddelde van 38 mensen die hebben het even ingevuld. Bij mijn collega wijzen anderen soms af,
omdat ze anders zijn, scoort een 3,8. En als je een rapportcijfer zou geven, is dat een 5,8. Dus ook niet een dikke voldoende. Maar je ziet aan de reacties, aan die golfjes, dat sommige mensen daar hoog op gescoord hebben en laag gescoord hebben. Maar het gemiddelde is dat wat eigenlijk aan de lage kant, kun je zeggen. Dus daar is, dat is wellicht een aandachtspunt om met elkaar of binnen je eigen context te kijken. Het voert misschien te ver door om alle vragen zo te behandelen, maar ik zou jullie willen uitnodigen om, want jullie krijgen de slides, om deze vragen bij de kop te pakken en in een kleine setting binnen jullie eigen team of werkgroepen nog eens even bij deze vragen stil te staan. En dan gaat het natuurlijk niet om wat scoren we met z'n allen, maar oké, maar wat is er bij ons aan de hand? En waar liggen de aandachtspunten als het gaat om inclusieve cultuur? Ja, mooi dat je dat zegt, want het gaat niet om goed of fout, maar wat is de situatie? Want dan kan je ook echt ontwikkelen. Want anders dan krijg je... Ja, precies. Dat is... het gaat niet... die vragen zijn voldoende om het gesprek daarover te voeren, inderdaad. Ik ben nu even naar de tijd aan het kijken. En ik ben even aan het hart met je aan het... Misschien dat je met me na kan denken, Menchnu, is... We hebben nog een paar minuten. Ja. En natuurlijk, zoals ik had verwacht... Ik heb heel veel gezegd en ik heb weinig reacties. En ik heb heel veel nog te vertellen. Dus ik moet even nog... Kijken waar ik mee wil eindigen. Misschien is het een idee dat je misschien heel concreet kan aangeven... wat kan iemand morgen al gaan doen qua stappen ondernemen? Want iedereen, gemeentes, we hebben veiligheidsregio's... die werken ergens anders. Maar wat is nou iets wat ze kunnen gaan doen... om dat verschil te maken. En er komt ook een vraag van Elif ook aan. Zal ik die even stellen? Ja, zeker. Hoe ziet een ideale klankbordgroep eruit? En dan staat erachter collega's die minderheidsgroepen vertegenwoordigen. Of moet je dat ook per perspectief bepalen? Dus een ideale klankbordgroep. Dus Elif gaat er al vanuit dat er een klankbordgroep georganiseerd moet worden... Mm-hmm. om dit zich verder te laten ontwikkelen. Maar hoe ziet dat eruit? Moet dat bestaan uit collega's die in zo'n minderheidsgroep zitten? Wat is jouw kijk daarop? Het ligt een beetje aan het doel van de klankbordgroep, denk ik. En daarom is het jammer dat we nu de interactie met Elif niet direct zo kunnen aangaan. Wat is het doel van de klankbordgroep? Hè? Wat wil je ermee bereiken? Je ziet ook allerlei netwerken binnen organisaties ontstaan. Hè? En die hebben natuurlijk ook een bepaald doel om met elkaar ook te delen. En er wordt heel veel meer gedeeld in besloten groepen omdat het vertrouwen er is. En dat is op zich een goede zaak. Ik denk dat Elif bedoelt het klankbordgroep diversiteit en inclusie. Om dat te bewerkstelligen binnen de organisatie. Maar Elif, ja, als je wat anders bedoelt, mag je het via de chat doorgeven. En ondertussen, als Elif dan antwoord geeft, zullen we een vraag van Gerard behandelen. Dan komen we zo weer terug bij Elif. Is dat een idee? Want Gerard vraagt, ik ga in gesprek met ons MT, maar hoe kan ik dat aanpakken? Zijn er nog tips van jou? Ja, heel mooi Gerard dat je dat doet. Omdat het MT eigenlijk een belangrijke speler is, management, om dit vraagstuk verder te brengen. En dat even toch wel linken aan die vraag van Elif van zo'n klankbordgroep is natuurlijk ook wel belangrijk dat je daar ook wat managers in hebt zitten. En hoe doe je dat dan? Ik denk dat het handig is om of in een gezamenlijke setting of achter schermen nog eens eventjes te kijken hoe welk MT-lid op welke manier erin zit. En vooral ook commitment vragen en betrokkenheid. Want ik heb gemerkt, en dat is een hele mooie ervaring die ik graag met jullie allemaal wil delen. Ik heb heel veel sessies gehad met leidinggevenden, de toplaag van gemeenten, van politie. En wat mij steeds opvalt, is dat er echt binnen MT-groepen altijd een meerderheid is van leidinggevenden die dit vraagstuk een warm hart toedragen. En soms zelfs meer dan dat ik met dit vraagstuk aan de slag ben, echt er ook werk van willen maken. Nou, daar, dus zoek vooral naar mensen die intrinsieke drive hebben en probeer daar aan te haken. En de intrinsieke drive, de inhoud doet er even niet toe. De een die zal veel meer met gender en de ander met etniciteit, ja. Maar zoek vooral naar die kansen. En Elif heeft het toegelicht. Haar vraag was gericht op de vragen die bij de mentee werden gesteld. Dus de vragen over dat stuk intimidatie, je mening, die vragen, daar was het op gericht, dat stuk over klankbordgroep. Ja,
een goede manier zou kunnen zijn om dit soort vragen even in het medewerkerspijnlijstonderzoek bijvoorbeeld mee te nemen of een ander onderzoek mee te nemen. En vervolgens daar op die manier het gesprek aanzwengelen en dan kleine groepjes eventueel vormen op basis van de inzichten die eruit komen. Hè? En dan ook een beetje ook in het verlengde wat Gerard vraagt, vooral mensen zoeken die echt vanuit die intrinsieke drive er ook werk van willen maken. En dan zul je inderdaad ontdekken dat dat vanuit alle lagen binnen de organisatie daar enthousiasme gaat komen. Zeg je daarmee dus dat het niet per se mensen vanuit die minderheidsgroepen moet zijn die daar onderdeel van uitmaken? Maar gewoon de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Okay. Ja. Het is ook niet zo dat minderheidsgroepen die zijn wel oververtegenwoordigd als het gaat om de D&I, advisering, bevordering. Maar het is niet dat iedereen die er ook echt voor wil lopen en een werk van wil maken. Ja. Dus ook daar zie je wat verscheidenheid. Ja. En dan nog een vraag. Ze zijn zo enthousiast, Sanier. Want Masha geeft aan, je gaf aan dat je zou vertellen over aan welke knoppen je kan draaien. Zou je daar concreet nog iets over kunnen vertellen? Jazeker. Misschien is dat nog. Misschien past dat een beetje bij de vraag die jij net stelde. Van wat geef je nou mee? Hè? Ja. Ik ga gelijk ook naar die slide schakelen. En dan kunnen we met z'n allen gaan kijken. Of dat de vraag van Micha ook beantwoordt. En ik ben nu aan het kijken of ik de slides kan zien. Zien jullie het? Dan ga ik naar de... Misschien de slides nog niet. Ik denk dat de techniek het zichtbaar moet maken. Ja, daar komen ze. Ik ga er snel doorheen. En zoals jullie zien heb ik een enkele slides overgeslagen. En die gaan onder meer over het ongemak rondom diversiteit en inclusie. En ik wil jullie uitnodigen om op zoek te gaan naar het ongemak die er is. En dat ongemak helpt om wat beter beeld te krijgen van wat er onder de waterlijn of onder de tapijt zit rondom dit vraagstuk. Om dan stop te zeggen. Dus hierbij een uitnodiging om op zoek te gaan naar het ongemak rondom dit vraagstuk. Dan eventjes van, wat zijn nou de lessen? Wat kunnen we nou doen? Ik heb ze geprobeerd op een slide te zetten. Micha, ik weet niet of het antwoord geeft op jouw vraag. Ik heb heel veel lessen, maar ik heb enkele eruit gevist waarvan ik denk die voor jullie, voor deze setting, voor vandaag relevant kan zijn. Wil je een organisatie in beweging krijgen, dan is het handig, verstandig, om dat aan de doelen en soms strategische doelen van die organisatie te koppelen. Waar staan we voor als gemeente? Wat willen we bereiken? Dat is wat Linda Voortman net heel mooi deed. Koppelde aan van waar staan we als gemeente Utrecht voor. En dat strategisch doel kan ook zijn ongelijkheid. Dus door die koppeling ga je ook veel meer nadenken over aanpakken om dat doel te bereiken. Dus de gemeenschappelijk, de shared impact, wat is onze gezamenlijke doel? En hoe haak je het vraagstuk diversiteit en inclusie daaraan? Die verbinding van die samenleving, daar heb ik voldoende over gezegd vandaag. Dus daar ga ik niet nadrukkelijk op in. En een ander wat niet onbelangrijk is het derde punt is, je kan allerlei interventies doen, ook binnen de gemeente Utrecht. Hè. Linda zei al, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar de sleutel voor dit vraagstuk is wel investeren in het leiderschap binnen organisaties. En dat betekent dus het leiding kunnen geven aan verschillen. Nadenken over wat verwachten we van onze huidige leiders en toekomstige leiders. Sanier, ik moet je even interrumperen, omdat we door de tijd heen zijn. Ja, het is echt super interessant. Maar het mooie is, iedereen krijgt de slides opgestuurd. Dus dan kunnen ze er ook zelf nog doorheen gaan. En vooral met elkaar in gesprek daarover. Laten we dat op die manier doen. Ja, mag ik jou bedanken? Want het is echt zo waardevol wat je met ons gedeeld hebt. En volgens mij kunnen we nog een hele middag of middagen verder over dit onderwerp. Dank je wel. En ik wil je ook ontzettend veel succes wensen met alles, al die onderzoeken wat je doet. En blijf vooral delen. Misschien kan je ook een paar boeken naar de organisatie, titels van boeken sturen. Dat de mensen ook zelf daar onderzoek en meer over kunnen gaan lezen. Want wat jij ook zegt, als er op een gegeven moment begrip over en weer, dat zorgt er ook voor dat je echt tot een duurzame verandering kan komen. Nou, dat is een mooie afsluiting. Mooi, dank. Dank je wel. En je krijgt heel veel bedankjes in de chat. Allemaal positiviteit straal ik nu jouw kant op. Nou, dank. Kom binnen. Heel fijn. Sanier Selik, mensen.
En jullie ook bedankt dat jullie zo actief mee hebben gedaan in de chat. En we merken dat dit onderwerp speelt enorm. Dus we begrijpen ook wel dat met deze presentatie, dat is niet het enige. Daarom hebben we ook verschillende webinars, zodat jullie je ook door kunnen blijven ontwikkelen, maar ook echt concreet dingen kunnen gaan doen. Want we willen er niet alleen maar naar luisteren, we willen het ook in praktijk brengen. We gaan nu naar een korte pauze, 5 minuten, en dan zijn we terug met muziek. Tot zo. Welkom terug. Ik hoop dat jullie je benen even gestrekt hebben, even wat te drinken hebben gepakt. En ik zei het al, we zijn terug met muziek. We gaan luisteren naar Tabula Rasa, Valerie Levant en Yusra Saad. En zij gaan een nummer ten gehore brengen, Heavenly. En dat gaat over een wandeling die we met z'n allen moeten maken. En als we echt die connectie met elkaar maken, werkt dat kleuroverstijgend, werkt dat van alles overstijgend en dan hebben we een echte verbinding. We kijken nu naar Heavenly. That melts every word to your meaning. So walk with me. Pray with me. Unknown, unseen, but I too believe in its existence. See, unknown, unseen, but I too believe in its existence. Eternally, eternally, oh yeah. And I heard you say we live in a battle called and me. Heavenly, 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 waves in the sea.
Ja, dat was tabula rasa. Prachtig hoe ze dat weten te verwoorden. En dat is ook als we het hebben over diversiteit en inclusie. Ieder op zijn eigen manier, ieder met zijn eigen professie, met zijn eigen energie, die er mag zijn en die zijn ruimte in mag nemen. Ik ga in gesprek met diversiteit in bedrijf en gemeente Leiden. Op de Zoom aanwezig 4 mensen vanuit diversiteit in bedrijf. Alice O'Day, projectleider van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt en onderdeel van Sociaal-Economische Raad. En Shivan Shahzad, beleidsadviseur publiek en semi-publieke sector, team diversiteit in bedrijf en ook onderdeel van Sociaal-Economische Raad. Welkom Alice en Shivan. En vanuit gemeente Leiden, Karin van Egmond, projectmedewerker, ook D&I en bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. En Rafael Boon, projectcoördinator, diversiteit en inclusie. Ook jullie welkom. En fijn, we gaan met elkaar een vraaggesprek voeren. We beginnen eerst met Shivan en Alice. En op een gegeven moment gaat Alice ons verlaten, want die moet naar een ander belangrijk overleg. En dan blijven wij met z'n drieën over. De eerste vraag die ik wil stellen, dat is voor Alice. Wat is diversiteit in bedrijf en wat doen jullie eigenlijk? Ja, nou fijn dat ik even hier het woord mag voeren. Hoor je mij goed trouwens? Ik hoor je goed. Ja? En spreek ik jouw naam goed uit? Alice is het toch? Of Alice? Nou, het is Alice, maar Alice luister ik ook wel naar. Oké, Alice. Nee, hartstikke mooi dat we zo met elkaar kunnen spreken en zo gericht kunnen spreken over diversiteit en inclusie. In het bijzonder in de context van gemeenten. En als je me de vraag stelt van wat is diversiteit in bedrijf, dan kan ik je vooral antwoorden heel concreet met de reactie dat wij diversiteit en inclusie op de werkvloer stimuleren. En dan gaat het dus echt om de arbeidsmarkt. Het zou natuurlijk ook stages kunnen zijn, werkervaringsplekken, maar met name ook zoveel mogelijk vaste banen voor die mensen die gemiddeld moeilijker aan een vaste baan komen. Ja. En dat betekent niet dat we daar alleen op focussen, maar dat is wel de belangrijkste insteek van ons werk. En dan moet je eigenlijk denken aan datgene wat Linda ook heel goed verwoordde. Dat zijn dan bijvoorbeeld mensen met een beperking. Vrouwen aan de top is een belangrijk vraagstuk, ouderen en jongeren. Ja. Maar ook mensen met een migratieachtergrond. En dat zijn allemaal dimensies, hè, zoals wij dat dan noemen. Waar we proberen om heel veel stappen te zetten, zodat we veel meer gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ja, want als we naar de eerste slide gaan kijken, dan gaat het ook over die charter diversiteit. Ja. En 268 ondertekenaars, kan je ons daar iets kort iets over vertellen? Ja hoor, want het is zo dat veel bedrijven... Want ik wilde al zeggen, want het is een intentieverklaring, maar dat ga jij ons vertellen al. Het is zeker een intentieverklaring, maar het is geen papieren werkelijkheid. Dus een intentieverklaring, dat is iets op schrift. En dan zet je heel duidelijk je missie neer. Maar vervolgens ga je ook gelijk over tot actie. Want we vinden dat er wel veel gesproken wordt over diversiteit, maar soms nog te weinig gedaan wordt aan diversiteit. En vandaar dat we ook alle ondertekenaars vragen om een actieplan op te stellen, waarin ze in ieder geval voor een jaar of meer aangeven van, nou, wat zijn onze prioriteiten en wat gaan we nou heel concreet doen om te bereiken dat we en een inclusieve klimaat hebben en een gevarieerder personeelsbestand. Ja. En die intentieverklaring is dus getekend door, wat je hier ziet, door 268 bedrijven. En dat zijn dus niet alleen gemeenten, want wij weten dat binnen de muren van bedrijven, van arbeidsorganisaties, heel veel gebeurt. Heel veel goed gaat, heel veel misgaat, maar wel heel veel gebeurt. En we leren nog te weinig van elkaar om op die moeilijke weg naar meer diversiteit en inclusie, om daar dus met elkaar goede stappen in te zetten. En dan heb je het ook nodig om van de ander te horen. Nou, hoe werkt dat dan? Hoe is het bij jou gelukt om toch zo'n gevarieerd met personeelsbestand goed te laten functioneren? Of zoals heel mooi gezegd werd door Sanië, diversiteit is een basis om tot creativiteit te komen. Nou, hoe kom je nou tot creativiteit met een divers personeel? Dat soort vragen, menig bedrijf stelt die zich. En we delen eigenlijk niet de antwoorden. En daar proberen wij een goede rol in te spelen. Ja, dankjewel. En je gaf al aan, hè, de 5 dimensies van diversiteit. Misschien kunnen we naar de 2e slide.
Ja. Nu gaan we naar de derde. Ja. Ja. Nee, fijn dat het zo helder hier staat. Kijk, je vragen zijn heel accuraat, want wat horen wij vaak van, goh, weer een doelgroepenbeleid, gaan we weer focussen op. Maar niet voor niks gebruiken we het woord dimensie. Hè, als het gaat over vrouwen aan de top, dan gaat het net zo hard over mannen als over vrouwen. Als het over leeftijd gaat en het vasthouden van mensen met een oudere leeftijd of het aantrekken van jongeren, dan gaat het over alle leeftijdscategorieën. Dus de meerderheidsgroep is net zo belangrijk als de andere kant van de medaille. En daar werk je ook mee. Het gaat ook over bijvoorbeeld ruimte geven en ruimte nemen. Nou, de meerderheidsgroep moet ruimte geven, de minderheidsgroep moet ruimte nemen. Dus je kan het niet zonder elkaar. Dus vandaar dat het niet over doelgroepen gaat, maar over dimensies. En deze vijf hebben wij gekozen. Maar wij zitten in een Europees programma. Hè? Meerdere landen hebben charter diversiteit. Het leuke ervan is, ga je nou naar Frankrijk bijvoorbeeld, even voor de context. Dan hebben ze uiterlijk gekozen als dimensie. Omdat zij merken dat mensen die dikker zijn dan gemiddeld, of er minder mooi uitzien dan gemiddeld, afgezien van het subjectieve begrip mooi, maar de aantrekkelijke mensen, om maar even zo te zeggen, die worden veel sneller aangenomen in Frankrijk dan de mensen die dat niet zijn. En vandaar dat zij bijvoorbeeld uiterlijk hebben gekozen als een van hun dimensies. En dat is in Nederland toch weer een heel ander verhaal. Dus het leuke is dat je ook van je Europese partners ziet van, nou, wat speelt hier nou eigenlijk op de arbeidsmarkt en wat bepaalt je kansen? En dat je daar dus echt naar kijkt inderdaad, van wat er speelt. Want moet je in de breedste zin aan de slag met diversiteit of kan je keuzes maken? Dat heb je net al een beetje aangegeven, hè? Van wat speelt er? Je hoeft niks. Nee. Ja, je moet vooral kijken van wat is nou voor ons bedrijf belangrijk? Waar scoren we op? Waar halen we mensen wel op binnen? Maar waar laten we ook eigenlijk gaten liggen? En waar zouden we wel graag met mensen in zee willen gaan om die innovatie, om die business case te halen? En dat moet je vertrekpunt zijn. Wij zijn er niet om te zeggen van, goh, je zou toch echt meer mensen moeten aannemen van X of Y profiel. Dat is niet dat is niet het juiste uitgangspunt. Dat werkt niet. Nee, en dan wel vanuit een nulmeting, hè, van wat is er nu? En, dat is heel belangrijk. Ja. Kijk naar je bedrijf, hoe ziet het eruit? En wat ik net zei, hè, wat zie je en wat mis je? Ja, nou, dankjewel Alice. Dan nog een opmerking vanuit een van onze kijkers. Dat Nanda zegt, volgens mij wijst onderzoek ook in Nederland uit dat uiterlijk van belang is. Dus het kan zijn dat dat ook een speerpunt gaat worden. Dan ga ik naar jouw collega Shivan. Shivan, dankjewel. Dank je Alice. Shivan, als je als gemeente aan de slag wil met diversiteit en inclusie en je klopt aan bij diversiteit in bedrijf, wat kan je dan verwachten? Allereerst willen we gewoon een soort van kennismakingsgesprek met gemeentes aangaan om te horen hoe de gemeente op het charter is uitgekomen. Dat kan namelijk via verschillende wegen. Het kan natuurlijk via de politieke route, dat de gemeenteraad een motie heeft ingediend of dat een wethouder het een belangrijk onderwerp vindt. Maar het kan ook via de ambtelijke organisatie zelf. Dat vinden wij zelf ook wel interessant om te weten. Het zegt veel ook over de politieke kleur van een gemeente. En daarnaast willen we graag, wat Sanje ook al hoorde, weten waarom de gemeente aan diversiteit en inclusie wil gaan doen. Wat ze daarin belangrijk vinden, wat hun visie is op diversiteit. Dat zijn ook vragen die je zo'n gemeente stelt om zo'n onderwerp gewoon helder te krijgen bij henzelf ook. Vervolgens kan een gemeente op verschillende manieren charter tekenen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld afzonderlijk doen. Maar ze kunnen ook dat gezamenlijk doen met organisaties in de regio. Dus het is voor een gemeente ook belangrijk. Wat willen ze ermee bereiken? Vinden ze belangrijk dat er bewustwording in de organisatie ontstaat? En willen ze er bijvoorbeeld een webinar aan koppelen waarin een secretaris aan het woord is of een wethouder? Of vinden ze het ook belangrijk dat er extern bewustwording ontstaat bij bedrijven in de regio? En zorgen ze ervoor, zoals we bijvoorbeeld nu een aantal keer hebben meegemaakt met Dordrecht, bijvoorbeeld gemeente Dordrecht. Nou, die hebben bedrijven in de regio, zorginstellingen, onderwijsinstellingen uitgenodigd om mee te tekenen. Ja. En dat gaan we binnenkort ook weer doen in Groningen. Waar veel bedrijven dan toch enthousiast worden van zo'n gezamenlijke bijeenkomst. Dat wordt dan georganiseerd in een museum. Dus dat zijn verschillende manieren hoe gemeentes het kunnen aanpakken. Dus het is eigenlijk, die unieke aanpak maakt het ook wel weer belangrijk. Want iedere gemeente is gewoon heel anders qua
wat ik al zei, politieke kleur, maar ook qua grootte, qua nou, budget wat ze hebben, de bevolkingsgroepen die er wonen of de organisaties die er gevestigd zijn. Dus dat maakt het wel belangrijk. Sivan, er hebben al 30 gemeentes getekend, hè? Dat zien we ook in beeld. Ja, dat zie je inderdaad. Dit zijn de 30 gemeentes die van natuurlijk de 355, dat je denkt, oh, dat is nog niet heel veel. Maar we zijn op weg en dat doen we natuurlijk samen met de VNG en het ANO-fonds. En hopelijk dat deze webinarserie daar ook aan gaat bijdragen. En je ziet ook heel mooi die blauwe kleur. Het zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij het regenboogakkoord. En dat zijn dan ook vaak toch ook gemeentes die weer bij ons uitkomen. Dus dat is ook wel weer interessant om te zien. Ja, want dus, waarom denk je dat het zo belangrijk is voor gemeente D&I? Ik denk dat het vooral... Kijk, er zijn verschillende... Wat Sanje ook al heel mooi aanstippelde... want ze heeft natuurlijk heel veel kennis al gegeven... is dat D&I verschillende kan leiden tot verschillende... Je hebt verschillende perspectieven op diversiteit en inclusie. En het is vooral belangrijk dat gemeentes duidelijk hebben... wat ze ermee willen bereiken... En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik heb wat cijfers gehaald uit de algemene personeelsmonitor van het ANO-fonds. Die staan gewoon online, dus die kan iedere gemeente ook gewoon inzien. Dan zie je bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd bij gemeenten heel hoog is. Het is 48 jaar. Dat ze ook de banenafspraken nog niet helemaal hebben gerealiseerd. En je kan je ook vragen bijvoorbeeld op de dimensie culturele diversiteit. Hoe gaat het daarmee? Dus voor gemeentes, als je al ziet dat bijvoorbeeld vergrijzing speelt, dat het belangrijk is om bijvoorbeeld jonge medewerkers de organisatie binnen te trekken, maar ook te behouden. Want dat behouden is ook vaak, veel jonge medewerkers stromen dan uiteindelijk toch weer uit. Hoe gaat het met het doorstroom? Bijvoorbeeld, er werken veel vrouwen bij gemeentes, maar stromen ze ook allemaal door naar functieschalen 12 en hoger. En hoe gaat het met culturele diversiteit of LHBTI-werknemers? Dus ja, er is gewoon op heel veel vlakken nog wel werk aan de winkel. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat een gemeentelijke organisatie eerst door middel van bijvoorbeeld een nulmeting inzicht krijgt in hoe ziet de organisatie eruit. Niet alleen op het vlak van diversiteit, maar natuurlijk ook, wat Sanje ook al aanstippelde, via zo'n MTO op het gebied van inclusie. Ja. Dat kunnen we ook zien in de volgende slides, hè? Ja, precies. Dat is nog even een kort grafiekje. Dan zie je de landelijke cijfers op het gebied van leeftijd en de gemeente. En dan zie je dat gemeentes vooral vanaf 45 jaar... zie je dat ze erg een hogere groep hebben op naar leeftijd, zeg maar. Dus dat het voor gemeentes goed is om te realiseren wat ze in huis... wat ze eigenlijk nodig hebben ook om uiteindelijk in de toekomst goed te kunnen functioneren. Dus dat is ook een soort blik op de toekomst, zeg maar. En als we ook kijken naar de voorbeeldfunctie van gemeentes, hè? Ja, er zijn natuurlijk een aantal zaken die diversiteit belangrijk maken. Je kan bijvoorbeeld kijken naar, dat werd ook al aangestippeld in Sanje's verhaal, dat het binnenhalen van verschillende groepen, zeg maar, ook leidt tot hogere en kwaliteit en betere bereik van de dienstverlening. Want bijvoorbeeld je medewerkers spreken verschillende talen. Ze bezitten interculturele competenties, waardoor ze makkelijker de dialoog aan kunnen gaan. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als je bijvoorbeeld het gesprek moet aangaan met bevolkingsgroepen, of je moet folders schrijven, of je moet je beleid goed kunnen vertalen naar de bevolking. Daarnaast ga je ook heel anders naar talent kijken. Want we zijn natuurlijk altijd geneigd om mensen aan te trekken die op onszelf lijken. Terwijl eigenlijk diversiteit vraagt om anders naar iemand te gaan kijken. En ook iemand in huis te halen die misschien toch anders denkt dan jij. Dus talent krijgt een nieuwe definitie. Uiteindelijk zeggen ze dat als je dus veel diversiteit in teams binnenhaalt, zeg maar, dat is wat onderzoek uitwijst, en vooral ook de onzichtbare diversiteit, en je manage dat goed, want dat managen is wel heel belangrijk, want als iemand anders denkt dan ik, kan dat natuurlijk ook vervrijving ontstaan, dus daarin is leiderschap heel belangrijk, dan zou dat uiteindelijk moeten leiden tot betere besluitvorming, maar ook op basis van meerdere perspectieven, maar ook tot creativiteit en innovatie. Ja, dus als we dan gaan kijken van dat het belangrijk is voor gemeentes om dat zelf ook binnen te halen, zodat ze ook echt die voorbeeldfunctie een voorbeeldfunctie zijn, toch? Want ze zijn ook een sleutelfunctie. Ja, natuurlijk.
Ja, daarom is het ook, kijk, ik bedoel, gemeentes, ja, die willen ook dat organisaties in de regio gelijke kansen bieden op het gebied van onderwijs of cultuur of zorg. En zij, ja, als een, dat gaat heel erg om die legitimiteit. Als gemeenten zelf niet het goede voorbeeld geven, dan zullen zij ook minder legitimiteit hebben naar hun bevolkingsgroepen, maar ook naar bedrijven in de regio. Dus die voorbeeldfunctie, ja, is ook wel essentieel. En natuurlijk, ja, een gemeente wil ook gewoon weten en op de hoogte zijn wat er speelt onder de bevolking. Bijvoorbeeld waarom er in buurten minder gevaccineerd wordt. Dat is een heel mooi actueel voorbeeld. Ja, dus die diversiteit in organisaties, die begrijpen misschien ook veel beter wat er in buurten afspeelt. Of waarom bevolkingsgroepen misschien niet minder geneigd zijn om bijvoorbeeld te vaccineren. Ja. Nou, Shivan, we komen straks nog terug bij je. We gaan even luisteren naar Karin en Rafael van gemeente Leiden. Dan wil ik eerst bij Karin beginnen over de aanleiding in gemeente Leiden om aan de slag te gaan met D&I. Ja, nou, allereerst welkom allemaal. Welkom, ja. Ja, de reden waarom we eigenlijk bij de gemeente Leiden aan de slag mee zijn gegaan, dat zijn er een aantal. Maar allereerst vinden we het vooral heel erg belangrijk om een organisatie te zijn waar iedereen zich thuis voelt, meetelt en erbij hoort. Dus dat is voor ons wel de voornaamste reden. Maar daarnaast merkten we ook dat het een thema was wat in de organisatie ging spelen. En er kwamen vragen vanuit de ambtelijke organisatie. En tegelijkertijd ook vanuit de gemeenteraad. Zoals Shivan net al zei. Een van de redenen kan zijn dat de gemeenteraad een motie indient. Dat was bij ons zo het geval. Ze hebben een motie ingediend met een aantal verzoeken. Waaronder het anoniem solliciteren, maar ook om het onder de charter diversiteit te ondertekenen. Ja. Nou, dat heeft ertoe geleid dat wij in 2018 de charter diversiteit hebben ondertekend en een actieplan hebben opgesteld. En in dit actieplan hebben we eigenlijk 3 uitdagingen omschreven. Allereerst het verjonging van het personeelsbestand. Daarnaast wilden we meer medewerkers aannemen met een arbeidsbeperking. En tot slot wilden we vooral bewustwording over het thema creëren, dus over diversiteit en inclusie. Nou, voor de eerste 2 thema's, de uitdagingen, het verjongen van het personeelsbestand en meer medewerkers aannemen met een arbeidsbeperking, hebben we streefcijfers opgesteld en die zijn ook behaald. Maar we merkten dat het laatste thema, het derde thema, meer bewustwording, dat bleef een beetje achter. Ja. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk een nieuw plan van aanpak hebben opgesteld. Met een veel omvattender, een groter plan van aanpak. En zodoende zijn we daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Nou, dan gaan we snel naar jouw collega, want we zijn benieuwd welke eerste stappen er toen genomen zijn. Rafael? Een vraag voor jou. Ja. Wat zijn de eerste stappen geweest om aan de slag te gaan met D&I? Ja, we zijn eigenlijk begonnen met D&I door gewoon te kijken naar onze eigen organisatie. Het kwam al voorbij dat niet elke organisatie hetzelfde is. Dus we waren gewoon benieuwd naar onze eigen medewerkers. En we hebben online focusgroep georganiseerd waar we die medewerkers wilden horen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was ook dat we wilden dat iedereen zich welkom voelde. Dus we hebben een brede uitnodiging gedaan via het intranet. We hebben bewust posters opgehangen op locatie. Zodat bijvoorbeeld ook die medewerkers die in de uitvoering werken, toch een groep die minder snel geneigd is om het woord te krijgen of te nemen, dat die ook uitgenodigd werden. Ja. Is overigens wel een groep die moeilijk te bereiken is. Dus online was dat wel een dingetje. Mm-hmm. Dat is misschien voor alle gemeentes een belangrijk punt, dat je daar wellicht wel ietsje meer moeite voor moet doen. En bedoel je met moeite doen dat je ook op een andere manier ze benadert in plaats van dat wat je gewend bent? Omdat sommige mensen bijvoorbeeld ook minder lezen of op andere bronnen, dat je die aanboort? Ik denk voornamelijk eigenlijk dat je het misschien op locatie doet. Want dat zijn toch vaak medewerkers die in de uitvoering werken, dus niet achter een computer. En om dan opeens aan een online focusgroep mee te gaan doen, ja, nou, dat was een brug te ver. Ja, dus misschien dat wel is een paar bruggen. Ja, maar we konden zelf natuurlijk ook niet anders. Dat was vorig jaar maart. Nou, toen was corona echt op een hoogtepunt. Dus we hebben het uiteindelijk gewoon gedaan met degene die zich hebben aangemeld. En het idee van die focusgroepen was dat we echt wilden kijken van wat speelt er nou intern op de werkvloer?
Hoe denken onze eigen medewerkers eigenlijk over diversiteit en inclusie? Ook ideeën ophalen. Kijken wat zij ons suggereerden waarmee wij aan de slag zouden kunnen gaan. En bijvoorbeeld ook specifieke actiepunten voor ons directieteam. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een soort van opbrengstdocument. Dat document hebben we ook breed gecommuniceerd naar ons directieteam. De ondernemingsraad, daar ook gepresenteerd. We hebben het teruggekoppeld naar de hele organisatie via het intranet. En je zou kunnen zeggen dat dat opbrengstdocument van die focusgroepen, dat is de basis geweest voor ons nieuwe plan van aanpak. Ja. En dan is bijvoorbeeld noemenswaardig dat we in dat plan van aanpak een missie en een visie hebben opgenomen. Omdat dus naar voren was gekomen dat onze medewerkers te weinig sturing voelden vanuit de top van de organisatie voor diversiteit en inclusie. Dus dat is dan iets wat specifiek. Zijn dat de belangrijkste activiteiten waar jullie je nu echt ook op focussen, die bewustwording? Ja, je ziet eigenlijk dat onze organisatie nog in die fase zit waar bewustwording de kernuitdaging is. Er lijkt een soort van volgordelijkheid te zitten in diversiteit en inclusie. We hebben bijvoorbeeld ook in aanloop naar een plan van aanpak gesproken met andere organisaties. Zoals een Rijkswaterstaat, een PricewaterhouseCoopers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die lijken al wat verder. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Dus wel heel nuttig om daarmee te praten. Maar we hadden zelf bijvoorbeeld dan ook het idee van misschien kunnen we iets van streefcijfers in ons plan van aanpak opnemen. Maar dat bleek toch iets te extreem voor het bewustzijnsniveau waar we nu als organisatie zaten. Dus eigenlijk zeg je dat je dat stap voor stap moet aanpakken, omdat je dan ook anders een heel groot deel kan missen als je te snel wil gaan. Ja, daar kwam het wel op neer. Dus als je kijkt naar ons plan van aanpak, dan hebben we ook een soort van vier sporen of vier thema's daarin opgenomen. De eerste is dan brede bewustwording. Nou, daar houden we ons hoofdzakelijk mee bezig. We hebben commitment en borging, om überhaupt gewoon het project in de organisatie structureel te maken. In en externe netwerken. En het vierde is het vergroten van inzicht. En in dat vergroten van inzicht, daar zou je dan op termijn ook kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld streefcijfers en dergelijke. Ja, wat mooi. Ja. En vooral op termijn gaan kijken, want jullie hebben ook een ambassadeursnetwerk, hè, opgericht. Die, zijn we mee bezig. Oh, daar zijn jullie mee bezig. Ik ben gewoon te enthousiast. Ja, 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 wat mooi. Wat mooi dat jullie daar mee bezig zijn. Om het dus ook structureel te kunnen borgen, het project. Dan ga ik even terug naar jouw collega Karin. Karin, ja, hoe wordt er gereageerd vanuit de organisatie? En zien jullie al impact? Met het enthousiasme waarmee mijn collega Rafa over vertelt, is er eigenlijk ook gereageerd. Dus dat was wel ook heel fijn. Het enthousiasme vanuit de organisatie, vanuit zowel medewerkers als leidinggevenden, zagen we bijvoorbeeld terug in aanmeldingen voor evenementen die we op Diversity Day hebben georganiseerd, maar ook op de presentatie van ons plan van aanpak en bij onze personeelsvereniging Jong Leiden. En tegelijkertijd zagen we ook dat er veel aandacht kwam vanuit onder andere ons directieteam. Onze gemeentesecretaris Pim van Vliet, die heeft onder andere ook meegedacht en meegeschreven aan het plan van aanpak. Zij onderstreept ook het belang van het onderwerp en zet zich actief in de organisatie om het breed gedragen te krijgen. Dus eigenlijk heel positief. Wat mooi. En wat je ook zegt, hè, breed gedragen worden. Want je wil dat dit thema structureel aandacht aan wordt besteed. En niet dat het gewoon even snel en dan hup, volgende. Nee. En die duurzaamheid, daar ga ik tot slot nog even een vraag aan Rafael over vragen. Want Rafael, hoe zorg je er nou voor dat D&I structureel in de aandacht blijft binnen de organisatie? Ja, dat is dus voor ons ook een lastig punt, als ik eerlijk ben. Want ik denk dat we al een jaar bezig zijn om diversiteit en inclusie structureel te maken. We weten niet voor niks nog een projectteam. We kunnen ons nog geen team noemen, omdat we ook echt nog een project zijn. Dus voor dat stukje borging, dan doe je een aanvraag voor formatie en voor budget.
je ziet dan natuurlijk door corona dat de financiële posities van gemeentes best wel zorgwekkend is. Dus we hebben eigenlijk al best een lange tijd te maken met terughoudendheid op dat gebied. Ja. Terwijl we weten dat nou, dat stukje borging, daardoor wordt het structureel. En dan kun je toch ook iets anders met het thema omgaan. Dan voelt het wat blijvender. Laatste stand van zaken is dat als het goed is, per 2021, 1 januari, dat we dan structureel budget hebben. Maar wat dat fijn. Is wel iets om rekening mee te houden. Dat je vanaf het allereerste begin als gemeente of als persoon binnen de gemeente die zich daarmee bezighoudt, heel erg op hamert van hey, het is niet gratis, het gaat geld kosten. En dat is nog best wel een uitdaging. Dus dat wil ik wel meegeven aan andere gemeenten. Houd daar goed rekening mee. Dank je wel dat je daar realistisch over bent. Maar jouw enthousiasme, die voelen we echt door dat scherm heen. En dan wil ik even teruggaan naar Shivan. Want Shivan, we hebben geluisterd hè, naar het verhaal van gemeente Leiden. Herken je dit of verschilt het heel erg per gemeente? Ja, delen herken ik natuurlijk wel. Maar wat ik in het begin ook wel zei, het verschilt ook wel per gemeente natuurlijk. Dat hangt er ook vanaf hoe gemeenten het insteken, zeg maar. Wat Rafael al zegt, hoeveel FTE's ze ervoor vrijmaken, hoeveel budget ze erin steken. Of er een projectgroep, dat was een eerdere vraag van een deelnemer, of er een projectgroep is. Hoe breed je het in de organisatie belegt. Dus wat dat betreft verschilt het heel erg per gemeente. En daarom is die unieke aanpak ook wel belangrijk. Dat gemeentes zich heel erg van tevoren afvragen van wat vinden we nou belangrijk aan diversiteit en inclusie. En wat willen we er nou mee bereiken? Ja, want er was ook een vraag voor je binnengekomen, Shivan. En die vraag is van Masha. Van hoe maak je je werkplek ook interessant voor die mensen, zeg maar voor die minderheidsgroepen, die kennelijk normaal gesproken niet binnenkomen. En hoe hou je ze nou vast? Ja, dat zijn eigenlijk twee aparte vragen. Omdat de eerste vraag gaat, hangt er natuurlijk ook van af wat voor een groepen het zijn. Kijk, als het gaat over mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, dan kijk je ook heel erg naar bijvoorbeeld de functionaliteit van het gebouw, de toegankelijkheid. Als je iemand, een medewerker hebt die misschien slechthorend is of slechtziend, dan heb je andere faciliteiten nodig dan bijvoorbeeld iemand met een cultureel diverse achtergrond, die bijvoorbeeld geen alcohol drinkt en je hebt een vrijdagmiddagborrel die je organiseert. Nou, is dat dan een borrel alleen met alcohol of kan zo iemand ook gewoon een frisdrank krijgen? Dus dat zijn zulke andere doelgroepen, zeg maar. Ja. Dus het is goed om je te beseffen wat iedere afzonderlijke medewerker ook weer nodig heeft, zeg maar. Het is niet een soort size fits all of zo, nee. Oké, en jullie ondersteunen ook na de opstartfase, hè? Ja, klopt, en inderdaad. Hoe gaat dat dan in zijn werking? Kan je dat ons kort vertellen? Klopt. Wat we eigenlijk doen is dat we, als je het charter tekent, dan vragen we binnen 6 maanden om een plan van aanpak in te vullen. En dan gaan we het gesprek uiteindelijk ook aan over dat plan. Dat hebben we ook met de gemeente Leiden gedaan. Daar geven we wat tips. En dan een jaar later vragen we om mee te doen met onze jaarlijkse rapportage, onze enquête, zodat wij ook weer de doelstellingen die je eigenlijk ook in het charter, maar ook in het plan formuleert. En dan vragen we eigenlijk of die doelstellingen behaald zijn. Waarom wel, waarom niet? Dus dat we daar ook gewoon een beetje inzicht in krijgen. En dat kan soms ook tot een diversiteitsprijs leiden. Want die delen we ook uit jaarlijks. Het is voor ons gewoon interessant om te weten. Dus, Ja, wat mooi. Dan gaan we gauw naar de gemeente Leiden. Want dan ben ik wel benieuwd naar wat nou echt een eye-opener was tijdens het traject met D&I. Karin, zou je ons... Ja, zeker. Ik denk dat er best wel veel dingen echt een eye-opener voor ons waren. Ik denk dat het vooral ook heel erg mooi vond om te zien hoeveel enthousiasme er in de organisatie was en hoeveel mensen ook echt aan de slag wilden met het onderwerp. Je kan soms toch wel hebben van, moet het nou? Of hoe belangrijk is dit soort reacties? Dus daar waren wij zeker positief verrast over. En tegelijkertijd ook dat we zoveel tegelijk willen doen, maar dat het dus
dat het ook wel echt goed is om focus aan te brengen. En dat je niet alles in één keer kan doen. Nee, niet alles in één keer. Ik voel dat ook hoor, dat ik allerlei vragen aan je wil stellen. Maar ook dat kan niet, hè. We hebben ook te maken met de tijd. Dank je wel, Karin. Ga ik nog even terug naar Shivan. Shivan, als laatste tip. Wat kan je voor tip geven aan de gemeente? Dat was net Rafael. Ook leuk om van Rafael een tip te... Ook voor jou die vraag. Heel kort, twee tips voor de gemeentes. Gaan we naar Rafael en dan ronden we dit stukje af. Oké, wat Rafael zegt. Budget, tijd is belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, beleg het gewoon niet bij één iemand. Beleg het breed in de organisatie, zodat iedereen eigenaarschap gaat voelen voor dat onderwerp. En ja, ze noemen dat een soort diversity mainstreaming. Zorg ervoor dat bij ieder proces in je organisatie nadenkt. Maar wat zijn de gevolgen voor op het gebied van diversiteit en inclusie? Ja, dankjewel, Shivan. Rafael, jij nog een gouden tip voor ons? Geduld hebben, want het is een lange reis. Ja, ja, mooi. In die zin niet te snel te veel verwachten. Nee. Dat is wel realistisch, denk ik. Ja, mooi dat je dat zegt. Ik had namelijk een spreekwoord uitgezocht, een Keniaans spreekwoord. Wil je ver komen? Wil je ver komen, ga samen. Want als je alleen gaat, dan ga je wel sneller. Maar het gaat erom dat het duurzaam is. Mag ik jullie bedanken? En ook natuurlijk heel veel succes wensen verder in de gemeente Leiden en met diversiteit in bedrijf. Dank jullie wel. En dan gaan we nu over naar een vraag voor jullie thuis of op kantoor. En dat mag je in de chat beantwoorden. En die vraag luidt: wat heb jij nodig om D&I verder te brengen in jouw organisatie? Wat heb je daarvoor nodig? En het antwoord mag je in de chat geven, want we gaan dan de chat kopiëren. Omdat we gaan verschillende webinars, zoals ik al in mijn intro zei, organiseren. En dat betekent dat we willen aansluiten bij dat wat jullie nodig hebben. We willen het verschil maken, maar dat kunnen we alleen maar doen samen met jullie. En dat kan VNG en ANO Fonds Gemeente niet alleen. Dus vandaar, reageer in de chat. Geef aan wat je nodig hebt. We weten, iedereen zit op een ander level qua D&I. De een is misschien al wat verder daarin en de ander moet nog misschien beginnen. Niks is goed of fout, hè. Het gaat erom dat we aandacht hebben voor dit onderwerp. Dat is heel belangrijk. En ook nog tips voor concrete acties krijgen we, kunnen we ook met elkaar delen. En wat neem je nou mee vandaag? Ik ga even kijken wat de antwoorden... Krijgen we al wat antwoorden binnen? Ja? Wat mooi. Wat mooi. Ik zie dat Giulianti zegt... Goede gesprekstarters. Hoe start ik het gesprek met collega's over D&I? En het benoemen daarvan. Dat is zo belangrijk. En hoe doe je dat nou? En waar moet je daarin rekening mee houden? Want ik kan me voorstellen dat er soms een beetje op eieren gelopen wordt. Ken je dat? Dat je misschien niet meer weet hoe je iets moet benoemen. Wat zeg je nou wel? Wat kan nou nog wel? Wat kan niet meer? Maar geef dat ook aan, hè? Benoem het gewoon. Van, ik vind het heel lastig. Maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp. En concrete stappenplan. Praatplaatjes over D&I. Zo komen er verschillende antwoorden binnen. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden. En dan gaan we nog even naar de tekenaar natuurlijk, Yara Rietdijk. Yara? Ja? We gaan eventjes nog kort kijken wat jij getekend hebt. Ja, ik ben nog druk bezig, maar ik ga mijn scherm delen. Ja. Kunnen jullie mijn scherm zien? Bijna. Ja, we zien het. All right. Ik heb meegetekend. Het eerste stuk ging natuurlijk over het stuk van Linda Voortman. Ja. Waarom het eigenlijk belangrijk is nu juist voor gemeentes om daarop in te spelen. Sowieso om de vijver te vergroten, om jonge mensen aan te trekken, maar ook echt kijken naar die diversiteit. De ambitie dat iedereen zich thuis kan voelen en dat de gemeente ook een goede afspiegeling is eigenlijk van de samenleving. Ja. En ze deelden ook dat succes, hè, dat het online
dat het toch wel lukt hoe moeilijk het online ook is om afstand te krijgen, om contact te leggen tussen werkgever en werknemer. Mooi hoor, Jara, want ik zie je ook staan. De knoppen heb ik uitgetekend van Sanier. Ja, en ik zie ook staan, zoek het ongemak, hè. En even voor de mensen thuis. Jullie krijgen dit, als het goed is, ook opgestuurd. En dan kunnen ze het zelf heel rustig gaan bekijken. Maar ik wil jou in ieder geval complimenteren dat je het zo mooi, zo treffend hebt weten te brengen. En ook dat je de kleur groen gebruikt hebt. Want groen staat voor groei. En dat is waar wij voor gaan. Mag ik je bedanken, Jara? Dank je wel. En ik zei al, groen staat voor groei. Ja, diversiteit en inclusie. Dat is iets wat zich ontwikkelt, groeien. We leren allemaal elke dag weer. Maar het gaat erom, wat neem jij jezelf voor om morgen anders te gaan doen, om het verschil te maken. Ik nodig jullie uit om 28 juni weer bij onze volgende webinar te zijn. En daar, het thema daar is, voor iedereen plek op de arbeidsmarkt. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dit was Michino Maduro en ik zie jullie hopelijk allemaal terug 28 juni. Hele fijne dag nog.